Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijdag Radio. Leuk dat je luistert, we zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment Peter, Yoshi en Lucas. Mijn naam is Johan. Wat een chic idee. En u ziet nog heel even. Daar, oh ja, in dat hoekje, daar zie je waar normaal de chat is. Daar staan nu een aantal QR-codes. Ik zeg nog even voor de mensen die dus... later terugkijken via YouTube. Er zijn de QR-codes van... Meneertje daar. Dat is Yoshi. Want die is jaren geweest. Ja, ik heb natuurlijk zo'n voorliefde voor QR-codes, Johan. Hè? Niet even promoten. Ja. Maar dit zijn andere QR-codes dan die verplicht zijn. Dit zijn gewoon... het oranje, zeg maar, daar in beeld. Dat is Bitcoin Core. Dat is Dash met dat blauwe in het midden. En als je zegt van nou, ik doe gewoon een, even kijken, de SLP-token. Ja, SLP-token, zoals Honk, Spice, Philips Spice in de Tyrolus tube of andere token. Dan kun je zeg maar dat scannen en dan overmaken. En dit is Bitcoin Cash. Dan ben je wat goedkoper uit qua fees dan Bitcoin Core. Behoorlijk wat goedkoper uit. Maar er schijnt nog Lightning te zijn. Als je dat wil proberen, eigen risico. Goed, ja. Ik kan nog iets delen. Ik heb ook nog een hele website volgeschreven deze afgelopen maand. Dus mocht je nou denken van ik heb geen geld, kun je ook altijd nog een beetje van je tijd aan mij besteden. Vind ik ook hartstikke leuk. Ja. Dus ik heb voor de uitzending heb ik al wat overgemaakt naar Josje. Ik wil nog even voor de mensen, zal ik het nog even live doen? Nog een keer? Ja, dat mensen even kunnen zien hoe dat... dan moet ik het eigenlijk ook mijn scherm de hele tijd laten zien, hè? Want anders... Ja, nee, laat maar. Ik heb daar genoeg filmpjes over gemaakt. Er zijn genoeg filmpjes op internet te vinden die uitleggen hoe het werkt. Je kan ook nog de volledige stream terugkijken en dan zie je helemaal aan het begin hoe... Onze kijkers, die weten dat toch ook wel, Johan? Ja, die weten het inmiddels wel, ja. Flabbergast heeft nooit meer QR-code. Dus inderdaad, de QR-code is wel een beetje... naar een bijsmaak gekregen. En nu de overheid het ook ontdekt heeft en hele kwaaie dingen mee gaat doen. Ja. Ja, we gaan het er in ieder geval zo over hebben. We gaan het ook nog hebben over JP Morgan. We gaan het hebben over de Amerikaanse overheid die die shutdown is dan weer even uitgesteld. Dat hoorden we net. Oh. Wat hebben we nog meer? Ja, heel veel over de QR-code en de coronapas. We gaan het ook nog hebben over de moorden die gestegen zijn met 30%. Mona Keijzer natuurlijk, die eruit getrapt is en uiteindelijk al zelf ontslag genomen heeft. Nog veel meer dingen. Nieuw-Zeeland, oh, dat wordt ook nog leuk. Dat geeft ze heel erg om de gezondheid van de burger, de onderdaan. De New Yorkse gouverneur. Baku nog? Wat zeg je? Baku ook nog. Baku gaan we zeker over hebben. Ja. De protestmars gaan we het ook nog over hebben. Nou, laten we dat nu meteen doen. Want er kwam ook vanuit de Telegram groep kwam er ook nog. Dat was Bas. Die kwam met het idee van: hey, zullen we gewoon met elkaar afspreken? Nou, vond ik ook een goed idee. Dus ik sta om 12 uur bij Krasnapolski. Ongeveer, het kan ook zijn dat ik iets later ben, weet je wel, 10 over 12. Dus laten we gewoon, mijn idee was gewoon Krasnapolski. Dus de hoek Warmoestraat, de Dam, achter het monument op de Dam. Heb je zo'n hotelletje, daar, als je daar gewoon gaat staan. Als je vanzelf een dik mannetje voorbij ziet komen met een kop als mij, dan, dan weet je dat ik het ben. Ja. Dus, ik weet niet, Peter, wil jij ook nog gaan? Wat is dat voor iets dan? Zondag, protest op de weer een protestmars. Misschien wel. Denken. Lucas, jij wel ook, hè? Ja, dat weet ik nog niet, want ik heb later op de middag wel een activiteit op de hockeyclub, dus ik weet het nog niet. Oké. Ik zal eventjes vertellen, in Amsterdam op zondag, volgens mijn telefoon. Oh hier. Gaat het regenen? 100% kans op regen. Oh, ze hebben harp ingezet. Ik zou wel een paraplu meenemen als ik hier was.
Ja, ja, ja. Ja, misschien anders zou het waterkanon zijn van de Amsterdamse politie. Ja. Nou ja, we zullen het zien, hè. Ik zal via de Facebook Live zal ik meekijken. Ik ga uiteraard weer streamen, denk ik. Dus, ja. Ik zit toch nooit boven. Streamen van de regen. Oh ja, dan moet ik wel uitkijken natuurlijk. Als het heel hard regent, dan kan ik dat beter niet doen. Moet je een geel parapluutje voor je telefoon kopen, Johan. Ja, ja. Goed, nou ja, tot zover de officiële mededelingen. Ja, laten we gewoon beginnen met het vaste rubriekje. Oh, dan moeten we natuurlijk even, ja, dat is het einde van de QR-codes, links. Dus ik ga nou naar het andere scherm. Dat was deze. Oh jongens. Even kijken, dat is deze knop. Te veel scherm. Deze knop. Ja, is de chat ook in zicht. Even kijken hoor. Wie willen de chatmiepen zijn vandaag? Nou, ik lees mee op Twitch. Ah, oké. Zondag. Zie jullie zondag, zegt iemand. Oh, dat zal Bas zijn, denk ik, ja. Blackbox doet een lieve livestream. Ik lees je helikopterbeeld. Nou, dat is wel goed. Dan kan je wat moeilijker verhullen hoeveel mensen er zijn. 10.000, ja. Maar ik denk dat het hard regent, dan wordt het wel wat minder. Ja. Anders schakel ik dat gewoon voor. Oh, trouwens, Peter, je bent nou niet in beeld. Ik moet jou even erbij halen. Even kijken hoor. Nou, dan zullen wij alvast de goud, zilver en de bitcoin doen. Wel ja, hartstikke idee. Goud 1756. Toen werd het onderuit gegaan nadat de dollar wat sterker werd. En ja, de dollar wordt natuurlijk sterker omdat ze op het punt staan het schuldenplafond weer te verhogen. Dat is terugkerend drama altijd, elke keer weer. Oh, dat wordt een government shutdown. Oh, de hemel valt naar beneden. Dan aan het laatste moment. Dan krijgen al die ambtenaren een maand later hun salaris. Dan worden die ook nog even werken. Maand vakantie, hè. Zouden ze het voor elkaar krijgen, denk je, dat ze dit jaar, net als een aantal jaar geleden met Trump, dat ze het echt hoog op laten lopen en er een hele show weer van maken? Of zou er al zoveel aan de hand zijn dat ze denken van, nou, misschien is het wel eens verstandig als we het gewoon even vluchten doorheen jagen, dat niemand het erover heeft? Ja, ik heb het idee dat het wel weer een hele show moet worden. Ook omdat er weer vele triljarden mee gemoeid zijn nou. Het is weer een triljardje hier, 3 triljard daar. Of biljoenen, moet ik dan zeggen. Het is eigenlijk natuurlijk te absurd voor woorden wat er aan de hand is. Want als je er dieper over nadenkt, dan is dus de dollar de wereldreservemunt. En dan gaat nu de Amerikaanse overheid beslissen of de wereld nog geld kan gebruiken, eigenlijk. Hè? Dat is hoe je het een beetje moet zien. Dus de hele wereld wordt gegijzeld door dat schuldenplafond in de VS. Want al die landen ontvangen van de VS hun budget. Ja, maar het is toch nog steeds zo dat als jij dollars hebt in Oekraïne, kan je die gewoon blijven gebruiken. Het is niet hiervan afhankelijk. Het is alleen of de overheid nog meer schulden mag aangaan. Nee, maar je hebt altijd, als ze dus in de VS nieuwe schulden aangaan, dan is een deel van dat geld wordt altijd aan buitenlandse machten gegeven. Ja. Want dat is in de VN overeengekomen. Egypte ontvangt 5 miljard Israël. Voor dingen. En dat komt allemaal uit de VS. En dat zou dus betekenen dat de afspraken in de Verenigde Naties geen doorgang zouden vinden omdat de VS een schuldenplafond heeft bereikt. Nou, dat is natuurlijk heel raar. Ik doe het altijd doe denken aan een alcoholist die naar het café gaat en die dan een bierplafond voor zichzelf instelt. En dat is oké, vanavond niet meer dan nog 6 biertjes. En dan komt hij bij de 5,5. En dan zegt hij, nou ja, weet je wat, het bierplafond moet maar even verhoogd worden naar 7, dan naar 8. Ja, dus elke keer erover gaan hebben, wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen, en dan toch nog maar eentje extra. Ja. Want het hele verhaal was ooit van, de centrale bank die moest dan onafhankelijk zijn van de overheid, want anders dan zou het helemaal geen vertrouwen inboezemen, want dan drukte centrale bank geld gewoon voor de overheid en dan zou het gelijk uit de hand lopen. Dat weet iedereen, wist destijds iedereen wel. En toen hebben ze gezegd van nou, er zit beveiliging in. A, dat
de centrale bank die mag niet direct schuld verkopen van de overheid, maar alleen van private partijen op de secundaire market. En er is een schuldenplafond waar de overheid niet overheen mag gaan. Nou, het eerste is gewoon omzeild, omdat als die private partijen weten dat ze dat gelijk met winst kunnen doorverkopen aan een centrale bank, ja, dan is het natuurlijk eigenlijk eigenlijk bijna directe verkoop. Wat maakt het nou uit of een private partij dat 5 minuten vasthoudt en er dan 1 promiel winst op maakt bij doorverkopen? En dat andere schuldenplafond, dat is eigenlijk ook niks waard, omdat het gewoon elke keer wordt er een hoop stuntdrama en dan uiteindelijk gaat het toch altijd weer omhoog, het schuldenplafond. Ja. En het zal nu ook weer gebeuren. Ja, de vraag is hoeveel drama? Dat is eigenlijk de enige vraag. Flabbergast zegt, de democraten hebben meerderheid. Dus, ze kunnen gewoon doordrukken. Ja. Ja, maar dat willen ze dan niet, want dan zijn ze alleen verantwoordelijk voor als het misgaat. Ja. Oh, dat kunnen we ook nog heel even en noemen. En er is een democraat, die is ook tegen, geloof ik, las ik. Een democraat die zei van, maar dat is meestal een beetje grandstanding, van ik wil meer in mijn, meer voor mijn staat binnenhalen. Ja. En even je momentje pakken, dan schrijven ze allemaal even je naam op. Heb je dan nog gezien van de Ocasio-Cortez die op het matje geroepen werd? Die wilde tegenstemmen tegen al die miljarden die naar Israël gingen, naar het defensiebudget, hè? Mm-hmm. Ook zoiets, schulden, weet je wel. Een default komt eraan, we zijn zo zielig, maar ondertussen, huppa, een paar miljard naar Israël, weet je wel. En wilde Ocasio-Cortez, die wilde daar tegen stemmen. Die werd toen op een matje geroepen door Pelosi. Nancy Pelosi. En toen zat ze een traantje weg te pinken zo vanavond. Ja, die pinkt heel veel traantjes weg. Er stond ook ooit een keer voor zo'n leeg asielzoekerscentrum, of voor een leeg parkeerterrein stond ze te huilen. Ja. Enorm aangeslagen. Ze had gehoord van Pelosi dat ze misschien niet op de cover van de Rolling Stone zou komen als ze, als ze tegen zou stemmen. Ik zag wel die Ted Cruz van de week nog spreken over die kampen en zo. Hij sprak over heel veel dingen. En toen zei hij op een gegeven moment, waar zijn al die democraten die liepen te zeuren over de kampen van Trump en bla bla bla. Ga maar eens kijken bij de grens. En anders dan, ik weet niet precies, maar die had wel een sterke speech, vond ik deze week. Het is altijd zo teleurstellend dat de Republikeinen, die krijgen opeens een geweten als ze in de minderheid zijn en de oppositie, dan zeggen, de schulden, is echt onhoudbaar, wat er nu gebeurt is vreselijk. En ze zelf dan aan de macht zijn, meestal hoeven ze niet eens zelf aan de macht te zijn, als ze een stukje brood toegeworpen krijgen, dan zijn ze al akkoord. En als ze zelf aan de macht zijn, dan zijn ze helemaal de weg kwijt. Dan wordt er binnen no time een heleboel bij de schulden opgeteld. Die wisseling van de wachten is altijd wel interessant. Dat het eigenlijk zo weinig uitmaakt. Dat het gewoon doorgaat. Hoewel in Frankrijk vond ik al apart dat die Sarkozy, die is nou 3 jaar de gevangenis in gesmeten. Voor illegale partijfinanciering. En dat is eigenlijk een beetje ongeschreven wet, dat jij je voorganger niet in de gevangenis gooit. Want dat betekent eigenlijk dat als jij weggaat, dan kan je niet meer weggaan dan als heerser. Want als jij weggaat, dan komt de volgende, die spijt jou ook in de gevangenis voor illegale campagnefinanciering. Dus dan moet je wel aan die macht blijven vasthouden. Ik denk dat het daarom Rutte zo lang. Een seksbobo, die zal er voorlopig nog wel zitten dan. Ja, we gaan het eerste bericht. Even kijken. Niet. Nee, we zitten nog bij, we zitten nou nog bij de olie. Oké. Ja, die olie die is verdacht hoog, 75,28. Het lijkt geen ophouden. Nou heb je in China al een enorme berg blackouts. Hè? Dat is niet zozeer olie, maar kolen gerelateerd. Dat noemen ze een beetje over als dat een global warming maatregel is. Maar dat is toch wel vrij dramatisch als er blackouts zijn met de opmerking van wend er maar even, want dat kan al wel even duren. En nou, dat gaat natuurlijk tot opstanden leiden wel. Daar staat er, Beijing orders energy firms to secure supply at all cost. Dus ik heb het idee, blackouts won't be tolerated. Dus daar krijg je helemaal, won't be tolerated. Gaan ze dan de directeur van zo'n energiebedrijf de kop afhakken of zo, of in de gevangenis zetten. Daar krijg je geen energie van. Als je gewoon de
als je de brandstoffen niet hebt, dan, ja, dan gaat het niet lukken. Ja, daar hebben we nog Bitcoin. Kijk, ja, die is, ja? Ja, volatiele week was het wel voor de Bitcoin. Maar dan een aantal... de crypto-markt. Ja, als je in dollars kijkt wel, voor al die anderen, maar ja, nou goed. Als we het op Bitcoin houden, dan waren het flinke moves van de 38.000 euro per Bitcoin, 38.400 vorige week, hebben we in één streep naar beneden op een gegeven moment de 34.800 aangetikt. En toen zijn we weer terug naar de 38 en weer naar de 35 en nu weer op de 38. Dus het is, ja, het was dollar? Behoorlijk euro. Euro. En jij wil het altijd in euro's weten. Ja, oké. Okay. Ik zit nou, denk ik, doe nou weer even een... laten we nou, Johan, laten we het voortaan doen in dollars. Want het is eigenlijk ja, een daarom, beetje... De wereldreserve munt dus is ik... dat. Dat is echt een baken van vertrouwen. Dus laten wij dat ook al ons aanhouden. Ik heb de dollar erbij gehaald. Dan doe ik het even in dollars. Dus we stonden op 45.100. Gingen we helemaal naar beneden naar 41.000. En van de 41 weer naar de 44. En van de 44 naar de 41. En nu weer op de 44. Dus het waren ja, behoorlijk scherpe bewegingen ook elke keer. En ja. Het sentiment is al een tijdje extreme fear nou weer. Dus het is meestal een goed moment om te kopen, toch? Ja, alleen ik denk... ziet wel dat hij een beetje uit zijn triangle aan het breken is. Hè? Als je hier zo'n denkbeeldig lijntje neerzet, dan zie je dat hij er, eruit aan het breken is. Dus, ja. Breken naar boven? Zeg je? Breken naar boven? Ja, naar boven, ja. Ja, ja. Ah, oké. Okay. Zet zo'n lijntje en zie je hier. Ja, dat hoeft nog, hij kan dan weer eronder zakken hoor, dat is ook vaak gebeurd. Ja, maar ik ga er even vanuit dat dat gaat gebeuren. Jij ziet nog een lager inkoopmoment. Kijk hier, hier breekt hij uit. Ja. Ik vind het zelf persoonlijk, ik had dus heel iets anders verwacht eigenlijk deze maand. Ik had niet verwacht dat het naar beneden zou gaan. Dus ik vind het toch wel weer... Ik wel, het is altijd september heb je altijd een sell-off. Het is gewoon een, ieder jaar is dat. Een wet van media en persen. Huh? Ja. Een wet van media en persen, maar het dus heeft dat namelijk te maken met de dollar sterk. De dollar sterker worden, Bitcoin is altijd moeilijk. Oktober, november zijn altijd groene maanden. En dan heb je in december heb je ook altijd weer een sell-off. Dus, Ja, november is meestal wel altijd een hele goede maand, inderdaad. Ja, en dan heb je dan die Bitcoin ETF hè, die eraan zit te komen. Dus daar gaan we zo meteen ook nog even over hebben. Ja, maar dat is dan meestal de piek, Johan. Als die ETF uitkomt, dan is het een piek en dan moet je hem shorten. Ja, december, maar ja, begin december. Dit is het einde van het genot. Als je deze grafiek zo ziet, dan is het eigenlijk wel, of we zitten nu dus, ja, volgens mij moet die echt nog een heel stuk hoger gaan, hoor, dan dit. En ja, dan kan je lekker doorschieten naar de 100.000 of zo. Ja, volgend jaar pas. Ja, ik weet niet, misschien dit jaar, dat hij in één keer bam, omhoog ziet. Je weet toch nooit precies, weet je wel, er gebeurt iets en dan gaat ineens miljarden erin. Zelfs dat je op een gegeven moment deze maand met de Litecoin zag, met het fake nieuws dat ze door Walmart geaccepteerd zouden worden. En dan staat die gewoon in 5 minuten, staat die 25% hoger. Want zodra dat er een keer serieus geld in gaat, dan weet je wel, dan is er gewoon geen plafond. Er is zoveel geld op de wereld. Het als dat er allemaal in plafond. Als het debtplafond naar omhoog gaat, dat het dan een enorme opluchtingsrally zijn. Op zich is dat ook weer positief, hè? Want dan kan er weer meer geld gemaakt worden. Dus kan er ook weer meer geld in de Bitcoin. Ja, het raar is dat dan heel vaak dat als het schuldplafond omhoog gaat, wat eigenlijk het groene signaal is om meer geld te drukken, dat men dat beschouwt als een sterk teken voor de dollar. Omdat men dan zegt, ja, want anders was het fiet, had de Amerikaanse overheid geen rente meer betaald op staatsobligatie, hadden ze gedefault. Ja, dat was natuurlijk, dan alle banken failliet en dat deflatoire collapse. Gelukkig is die vermeden door het schuldenplafond omhoog te doen en nu kan de dollar weer omhoog. Dat is altijd even raar. Is dat,
Ja, terwijl dat het natuurlijk nooit gaat gebeuren dat Amerika zijn eigen schuldenplafond niet gaat verhogen. Want zij kunnen gewoon de hele wereld kopen met hun papiertjes. Ja. Dus het is echt... Ja, ik snap niet dat er nog mensen zijn die daar intrappen. Maar ik denk dat het zo'n effect is dat mensen die daarop handelen denken van ja, misschien zijn er andere mensen die erin trappen. Dus laat ik er maar op handelen of zo. Het is meer, denk ik, het is niet zoveel dat handelaren erin zouden trappen. Maar het is meer dat ze het verhaaltje goed kunnen verkopen aan de mensen die de televisie kijken, weet je wel. En dan kunnen ze daar een beetje nog wat gewicht aan hangen en nog wat... nutteloze dingetjes bijtrekken die ze nog willen proppen en zo. En dan, experten. Ja, en dan kunnen ze zeggen, ja, want ja, er is nou heel veel discussie, maar ja, het moet wel omhoog, want de klimaatverandering moet wel bekostigd worden natuurlijk, dat wij al die veranderingen doen. Dus het is echt nodig dat het omhoog gaat. En dan kunnen ze op die manier een beetje het narratief al masseren voor het volgende jaar. Denk ik dan altijd maar. Ik weet ook niet wie er nog in trapt, maar ja. Tegelijkertijd zijn er dus hele groepen mensen die zeggen dat er dat ongeteste mRNA-technologie een vaccin is. Dus ik sta ook weer nergens meer van te kijken, joh. Hey, de definitie is aangepast, dus klopt weer. Ja, ik heb ook, want nu zijn ook de wappies, om ze maar even zo neer te zetten, die zijn nu ook weer gaan veranderen. Hè? Want die noemen het nu ook geen gentherapie meer. Ik weet even niet, ik heb het nou een paar keer gehoord, maar het is nog niet blijven hangen. Maar de fabrikanten geven het een specifieke naam en dat nemen ze nu allemaal over. En dan noemen ze geen gentherapie, dat hebben ze er weer uitgegooid. Maar ze noemen het nu, ja, synthetisch, ja, dat, nog wat. Dat Moderna was ooit opgestart als gentherapeutisch bedrijf. Maar je zou kunnen zeggen dat mRNA, dat gaat op zich niet het DNA veranderen. Of tenminste, dat, ja, misschien zou dat wel kunnen gebeuren. Maar het idee is dat het... mRNA produceert proteïne via ribosomen of zo. Wat zijn het blokjes die dat doen? Maar verandert niet het DNA. Nee, maar dat moet helemaal uitgesloten is dat het DNA verandert. Moet nog blijken, want er zijn dus mensen die zeggen ja, het verandert je DNA wel. En als dat gebeurt, ben je geen mens meer, maar een product van Moderna bijvoorbeeld. Oh, er zitten patenten hebben ze dan op je rug. Ja, en sommigen noemen dat overigens MoRNA, hè, in plaats van Moderna. Maar in ieder geval, en op dat moment ben jij dus geen mens meer. En dan hebben er ook geen mensenrechten meer op jouw betrekking. Dat is, ik zeg alleen maar wat cool. Daar had je toch wel niks aan. Maar het idee van DNA is geloof ik altijd dat het standaard, het wordt afgelezen en dan worden er proteïnen mee gemaakt, maar het wordt niet veranderd, zeg maar. Die DNA wordt eigenlijk één keer gemaakt en dat is bij je conceptie. Dan worden er twee stringen aan elkaar en die blijven zich eeuwig delen, maar het wordt niet veranderd. Hè. Hoewel, is dat zo? Ja. Ik ga er niet op in. Ik ga het verder. Ik ga niet zeggen. Ik heb wat dingen over gehoord, maar ik weet er echt te weinig van. Dus ik ga niet doen alsof ik het wel weet. Ik durf het echt niet te zeggen. Ik heb van horen zeggen dat jouw DNA zich altijd, dat het een bewegend iets is. En dat het altijd weer hernieuwd wordt. En dat het ook gedurende jouw leven wel verandert. Ja, ze niet hebben wel dingen om bijvoorbeeld. Ik geloof thaislijmziekte, dat is een genetische aandoening. En daar proberen ze dan wat mee te doen door wel een virus te nemen. En daar dan dat virus DNA te geven waar die fout niet in zit. En dan kan je geloof ik wel, dat zo'n virus is erop gebouwd om jouw cellen te penetreren en daar eigen DNA in te gooien. Dus ik geloof dat het daar wel mee mogelijk zou moeten zijn om van een gedeelte van je cellen DNA te repareren. Tenminste, dat proberen ze in ieder geval. Ja. Ja, ik zeg al, ik weet er echt, ik kan er niet echt op ingaan, want ik weet daar te weinig van. Maar goed, ja, laten we naar de berichten gaan. We hebben een hele berg. We beginnen even bij JP Morgan. Geleid door Jamie Dimon, de eeuwige crypto-scepticus. En die, dat blijkt dus dat ze stilletjes hun fondsen spekken met crypto. Ja. Ik zou dat ook stilletjes doen, dat vind ik heel begrijpelijk. Dit. Ja, het is voor de buitenwereld het helemaal naar beneden praten, zodat ze het goedkoper kunnen inkopen. Ja, dat zag ik toen dat hij het in het begin echt niet zag zitten. Oh, dat hij er gewoon niet meer omheen kan nou.
En dan ga je natuurlijk een beetje met het schaamrood op de lippen. Is dat zo? Kaken. Ja. Nee. Zometeen hebben we nog een berichtje, maar waar we helaas niet bij kunnen. Misschien kan jij dat wel, Peter. Maar dat is over die al die mensen van de SEC die dan in... crypto handelen. Ja, die dan bij cryptobedrijven zitten, weet je wel. Dus achter de schermen maken ze allemaal... Ja, laten we het dan meteen dan maar gaan doen. Ik wil nog iets zeggen over deze Jamie Dimon eigenlijk. Oké, zeg maar. In 2017, toen de bitcoin dus net voordat hij naar de 20.000 ging, gaf Jamie Dimon een speech waarin dat hij, ik weet nou niet meer de exacte terminologie die hij benoemde, maar dat hij het slijk van de aarde, bitcoin is het slijk van de aarde, bla bla. En als ik erachter kom dat een van mijn medewerkers bitcoin bezit, dan vliegt hij de laan uit. Ja. Nou, en op die manier probeerde hij dan zijn medewerkers zoveel angst in te boezemen dat die het zouden verkopen. En toen kwamen ze er na 2-3 maanden toen die boom voorbij was. Toen gaf hij dus aan van ja, we hebben wel bitcoins gekocht voor onze klanten. En dat was precies in die periode dat hij dus al zijn uitspraken deed dat bitcoin zo verschrikkelijk was en dat het nooit wat ging worden. En toen het dus heel hoog stond, toen zei hij ook, bitcoin is geweldig, want dit is we hebben hier zoveel winst op gemaakt. Nou, en toen, er was toen ook een dag in 2018, wat was rond 10 januari of zoiets. En toen was er overal fut op de crypto wereld chatgroepjes van ja, op 10 januari krijgen de bankiers hun bonus en dan gaat het pas echt omhoog. Maar wat gebeurde er op 10 januari? Vloog alles toen keihard naar beneden. En dat was op zich wel de bonus van de bankiers waarschijnlijk. Maar die viel net anders uit dan dat alle crypto-minded mensen gedacht hadden. Als een standaard in de eerste 2 maanden van het jaar zit bitcoin toch altijd heel laag. En dat heeft te maken dat in verschillende landen dan het fiscale jaar begint, weet je wel. Het is nooit exact op 1 januari. Dus bij sommige landen is het later in januari en bij sommige landen zelfs in februari. Dus dan heb je altijd traditioneel altijd van die dips. En dan ook al die beurzen worden dan ook gehackt, weet je wel. Zodat ze kunnen zeggen tegen de Belastingdienst van, ik ben al mijn crypto kwijt. Ja. Dus, ja. Maar goed, in ieder geval... er was een opmerking die ik erbij wilde maken bij dit bericht van JP Morgan is van ja, ze hebben ook wel door dat het een aflopende zaak is natuurlijk. Hè. Dus ze willen al hun geld een beetje veilig stellen, want ik denk dat die wel weten wat er gebeurt zometeen met de inflatie en zo. Dat het merkbaar gaat worden. Ik wil nog één filmpje. Oh. Nou, je ziet het op zich wel meer bij, bijvoorbeeld bij Kitco zag ik het ook, die waren natuurlijk allemaal goud en zilver. En dan, ja, op een gegeven moment zie je dat ze het niet meer omheen kunnen, dat ze ook crypto's moeten gaan rapporteren en daar ook mensen over gaan interviewen en zo. Het is gewoon, je moet eieren voor je geld kiezen op een gegeven moment. Ik denk dat dat ook wel meespeelt. Ja. Maar je had een filmpje, Yoshi? Ja, ik zal eventjes... Ik heb hem niet helemaal exact erop, maar hier heb ik een linkje. Dat is een man en die volg ik al, die heeft mij eigenlijk dingetjes over bitcoin uitgelegd back in the day 2012. En die praat nog steeds bijna dagelijks op zijn YouTube kanaal over crypto. Een hele, hele leuke gozer, hij lacht heel veel. En waarom noem ik hem nou, waar hadden we het over? Hoe heet hij? Ik neem maar geen Max Keizer, hè? Nee, het is Da Vinci heet hij, en noemt hij zichzelf. Okay. En Da Vinci J15 is zijn YouTube kanaal. Oh ja, die had al heel vroeg bitcoin, hè? Ja. En $1 of zo? Ja, hij heeft een filmpje ooit, zijn meest bekeken filmpje komt uit 2012 of 11. Of nee, misschien wel 13, misschien 2013. Maar daar zei hij, koop voor $1 aan bitcoin, want... Het opwaarts potentieel is gigantisch en anders verlies je $1. Nou, en dat filmpje, dat doet het wel goed van hem. Die heeft een paar miljoen hits. Maar gisteren had hij een stukje, want hij maakte daar hele mooie segmentjes van. En daar zei hij dus in dat er nu in Amerika regulering is voor banken die bitcoin aanhouden. Dat ze voor elke bitcoin waarde die ze hebben,
moeten ze evenveel dollars in reserve houden. En dat zou dan, want dat was ooit bedoeld om het gebruik van bitcoin te ontmoedigen. Maar nu dat we een paar jaar verder zijn, zitten die banken ermee. Want als ze dan 100.000 bitcoins zouden kopen en die prijs die gaat ineens keer 10, dan moeten ze ook zoveel dollars apart gaan zetten. Want dat is de regulering die ze erop gemaakt hebben. Dus ja, je moet het filmpje maar kijken. Maar dat was wel een grappig stukje. Er kwam ook, volgens mij werd Jamie Dimon daar ook in genoemd. Want JP Morgan had daar ook een stukje attentie in. Of er ging ook een stukje van zijn aandacht naar uit. Kijk hoor, Flabbergast zegt dat het artikel wel wat ouder is. Van 5 augustus. Ja, dat is deze CNBC die jij nu, waar wij het nu over hebben. Dat is het JP Morgan artikel van CNBC, van de punt E. Ja, agenda. Klopt. Ja. Is inderdaad een iets ouder artikel, ja. Ja, klopt. En als we daar nu op terugkijken. Nou goed. In ieder geval hier het artikel waar we nu niet bij komen, omdat het achter een paywall zit van de Financial Times. Ik kon het eerder deze week kon ik het nog wel lezen. Maar het gaat inderdaad over dat leden van de Securities and Exchange Commission, die hebben of een verleden bij een mining firm als jurist, of die zijn nou bij een mining firm gaan werken. En er zijn iemand die had wat onderzoek gedaan en het bleek ook dat ze dat er echt sprake is van een onderonsje. Dus dat ze bijvoorbeeld coins die niet gemined kunnen worden, maar gesteekt bijvoorbeeld. Of proof of stake. Dat die, die zijn een beetje de lul. Want die, dat is bijvoorbeeld Ripple, hè? Want, ja, nee, Ripple is geen proof of stake. Ja, die zijn, dat was een pre... die proof of pre-mine. Dat was een pre-mining, dat was het geloof ik, hè? Ja. Maar in ieder geval die ook. In ieder geval alles wat niet bitcoin is of wat niet gemined wordt, dat is dan, die zijn dan een lul. En, want ja, het is een onderrotje van miners eigenlijk, weet je wel. Ze liggen bij elkaar in bed. En het zou ook wel betekenen dat die bitcoin ETF in november dat gewoon een stempel van goedkeuring gaat krijgen van de SEC. Eventjes ETF, hè? Exchange ETF. Traded Fund. Dat, ja. Dus dat, in ieder geval wel een interessant artikel. En dan krijg je ook een hele lijstje van wie werkt waar, weet je wel. En dan zie je gewoon dat mensen die dan eigenlijk voor de camera, net als Jamie Dimon, zeggen van, bitcoin is slecht. Maar ondertussen zitten ze dan ergens in het bestuur bij een of andere mining firm. Of zijn ze adviseur of weet ik veel. Ja, maar dit is wel een heel standaard draaideur verhaal van... alle militaire industriële complex. Als er iets gereguleerd wordt, dan is het eerste wat er gekocht wordt de reguleerders. Ja. Dus ja, dit is wat Max Keiser bedoelde. Weet je nog dat hij helemaal uit zijn dak ging en van wij hebben de bitcoin en wij kopen straks al die politici om. En dit is wat hij bedoelt. Ja, nee, op zich kunnen ze daar een hoop geld tegenaan smijten. Ik vraag me af of veel bitcoiners weten wat ze van die regulator zouden moeten eisen. Want eigenlijk moet je er niks van eisen. Want ze niks doen. Maar dat gaan ze niet doen. Dan gaan de maximalist of zo. Die gaan alle altcoin verbieden. Of ze gaan het tegen hun competitie gebruiken. Ja. Nou ja, je ziet het nu met de Nederlandse regulering. Die inmiddels bijna een jaar van kracht is. En er worden gewoon hele strikte regels opgelegd, zoals het verplicht kenbaar maken van je withdrawal-adres. Of, noem het maar, alleen al het moeten tonen van een paspoort eigenlijk. Hè? Dat is zodra dat je dat daarin meegaat. En gewoon heel veel kosten worden er op dat soort bedrijven gedrukt. Ze moeten een licentie kopen, ze moeten een advocaat in de arm nemen die... verklaart dat aan alle regulering is voldaan en allemaal dat soort dingen die, ja. Zo wordt het allemaal weer kapot gemaakt. Ik bedoel, dit is, bitcoin was toch bedoeld om eigenlijk hier een einde aan te maken. En ja, precies. Zie je dat die mining farms dus
Ik weet het niet gewoon of het in stand gaan houden. Het, ja. Ik weet niet of het deze week in het nieuws was, maar de EU wil dan zo'n register openen om alle bezittingen in te registreren. Nou, als jij dus een gereguleerde beurs gaat gebruiken, dan betekent dat dat die met zulke regels mee moet. En dus kun jij, ja, de hele essentie van crypto valt eigenlijk een beetje in duigen daardoor. En dat is natuurlijk ook precies waarom dat ze het op die manier doen. Ja, het is natuurlijk ook, het vorige gedeelte is het zelfverdediging. Die overheid die begint van, well, we gaan het verbieden, of we gaan dit verbieden en dit onmogelijk maken. En dan gaan die bedrijven, daar zit natuurlijk veel geld in geïnvesteerd. Denk je, shit, daar gaat mijn toko. Ik ga eens aanpappen met zijn regulator. Om te kijken hoe ik dat nog het beste, wat ik er nog het beste van kan maken. Ja. De regulator zegt van, ja, eigenlijk wil ik je verbieden, maar als ik bij jou in het bestuur mag, raad van bestuur mag zitten. Ja. Of als ik als adviseur, of nog wat je ook had gezien met die eerste, met die New Yorkse bitcoin regulering van, voor mij was het 2014 of 15 of zo. Dat die man die regels schreef, weet je wel. Ja, die, New York bitcoin license. Ja, die gingen daar bedrijven adviseren hoe ze dat moesten implementeren. Ja, precies. Ja, maar dit is natuurlijk een heel oud trucje al. Dit, het, ja, en het is niet eens zo dat terwijl die regulator in zijn job als regulator zit, dat hij een bestuursfunctie krijgt toegeschoven. Over het algemeen is het gewoon de belofte van een dik betaalde boordfunctie bij een bitcoinbedrijf daarna, is voldoende om te zorgen dat die regulators denken van, ja, je moet het ze niet moeilijk maken, want ik wil straks ook zo'n baantje hebben. En als ik hier heel lastig ga doen, dan is dat moeilijk voor mijn toekomstige baantje. En dat is eigenlijk de manier waarop die bitcoinbedrijven dat proberen in te dammen, door ze gewoon heel veel geld te beloven als ze uit een regulator komen. En zich een beetje gedragen hebben. Dat is over het algemeen de, ja. En dan nog wordt het een gereguleerde klerenzooi altijd in elke sector. Want veel bedrijven denken onterecht, denk ik, dat ze, ja, met veel geld kunnen we invloed hebben op de regulator. En ja, dat lijkt altijd wel zo. Maar uiteindelijk hebben zij toch alle wapens in de rechtbanken. En het is net zoiets als die Pfizer en al die bedrijven die denken nou van, oh, kijk, we kunnen de overheid gebruiken om bakken met die vaccins te slijten. En zij kopen het voor ons en wij hebben geen aansprakelijkheid meer. En als mensen dood neervallen, krijgen we nog ons geld. Maar ja, maar ze kunnen net zo goed de overheid een miljoenenboete opleggen voor, weet ik veel, kartelvorming of zo. Of prijsafspraken of GDPR-overtreding of dat soort dingen. Google heeft ook een miljarden. Ondermijning. Ja, verzin het maar. Dit is van alles mogelijk. En de overheid kan altijd zo weer terugpakken wat jij verdiend hebt. Dus ik zou ook aan deze bedrijven willen zeggen, die natuurlijk allemaal naar onze podcast luisteren, dat lijkt me duidelijk. Van, vergeet maar. Zorg dat je er snel bitcoin verkoopt, want ze komen het weer zo ophalen. Maar. Maar nou gaan we weer naar de QR-codes. En dan bedoel ik niet de QR-codes van Yoshi natuurlijk. Maar die van door de overheid opgelegd zijn. Nou, eigenlijk een ontbreken van QR-codes is het hier, Johan. Ja, als je heel specifiek wil zijn inderdaad. Het gaat over Waku Waku. Niet tv-programma, maar het Vega-restaurant in Utrecht. Ja, die wilden die klanten niet lastigvallen met een QR-code of een coronapas. En in ieder geval, die kregen de BOA's op bezoek en uiteindelijk ook de demonstranten die het gingen opnemen voor deze zaak. En flink wat protestanten kwamen er. Protestanten? Protestanten. Katholieken ook. Katholieken kwamen er ook op. Protesten. Jehova's getuigen. Dus onder andere de kliek van Viruswaarheid, die was daar. Ja, dus, maar niet toen ze gearresteerd werden. Dat vond ik al. Ze zijn via de achterdeur ontsnapt. Ja, ja. Ja, dat heb ik niet meegekregen. Oké. Ze werden ingesloten, maar ze zijn. In ieder geval Willem Engel is via een achterdeurtje ontsnapt. Dat had ik vernomen via.
Dat is ook amateuristisch eigenlijk. Van ja, het is wel leuk. Er is een FundMe geopend. En ik heb ook betaald. Heeft al meer dan 2 ton opgehaald voor deze gast. Het is wel leuk, omdat een beetje, dat is ook zoiets van, ja, die bedrijven moeten ook weten dat ze niet alleen staan als ze dit soort acties ondernemen. Je gaat binnenkort ook een keertje wat vega eten. Nee, ik ben niet zo'n vega man, maar ik kom er nou niet meer binnen, geloof ik. Hè? Want de rechter heeft besloten, het kort geding, dat het gesloten blijft. Maar als ze weer open gaan ooit. Ja, maar dat snap ik dan niet. Hè? Kijk, dan heb je daar toch gewoon schijt aan, of ligt het nou aan mij? Ze hebben de sloten vervangen. Ja, ze hebben de sloten vervangen. Dus dan vervang jij de sloten toch weer. Je kunt toch je eigen deur intrappen. Er blijft niks meer van die deur over. Ja, dan doe je gewoon een open steeds groter gat erin boren. Als je toch geen vergunning meer nodig hebt, ga je gewoon 24/7 verkopen. Zet je daar 1000 man op de stoep hele dag achter een stuk. En gewoon er een heel slagveld van maken. Gewoon voor de deur verkopen. Maar het is altijd makkelijk praten als jij... Als je geen politiecordon om je heen hebt. Want dat is wel weer ongelooflijk. Dennis' fiets is nog steeds niet gevonden. Nee, ja. Maar er staat daar, weet ik niet hoeveel man, staat daar omheen in Utrecht. Hebben ze kennelijk politie zat. Het schijnt ook weer met de Duitse politie bij te zijn gehaald of zoiets. Maar dat was misschien ergens anders, weet ik niet. Maar er waren ik hoorde wel een politieagent zeggen, dit voelt helemaal fout. Ja. Dat hoorde ik laatst ook. Was er zo'n demonstrant die begon in Australië met zo'n agent te praten. En die zegt, ja, het is toch fout wat je doet? Ja, ik weet precies hoe je voelt. Mijn vrouw zit in dezelfde situatie. Maar ja, het is mijn beroep. Hè. Het is moet ik doen. Ik moet het nou helemaal doen. En die zegt, je hoeft niks te doen. Je hoeft het niet te doen. Ja, ik moet het doen. Echt heel raar. Typisch Nuremberg defense is dat. Hè? Van, ik deed alleen mijn baan, maar ik stond er absoluut niet achter. Maar ik sloeg erop, want dat stond in mijn CEO dat de bedoeling was. Mensen en... Even kijken hoor, Godwin. Come on. Oh, dat is... Nee, nog niet. Nog niet. Ah, Nuremberg was genoemd. Oh, no. Toen was ik er al niet meer, hoor. Nee. Nou, ik zit natuurlijk hier in dat mijn zeg lieve land. Ja. Oké, nou mag die vallen. Ik zit hier natuurlijk een beetje in mijn Liberland bubbeltje en ik heb alleen maar mijn internetverbinding om dit mee te maken, mee te krijgen. En dan, ja, ik zie natuurlijk alleen maar ik lees ook wel de mainstream media artikeltjes waarin ze dan zeggen wordt gesloten, terwijl dat hij dus duidelijk had gezegd, wij sluiten zelf onze deuren, weet je wel. Dus de mainstream media, die maakt er altijd hun eigen sausje van, maar ik vraag me echt af hoe het toch mogelijk is dat nog steeds zoveel mensen in Nederland niet in de gaten hebben wat er eigenlijk gebeurt op dit moment. Hoe kan het toch? Ik zeg het elke week tegenwoordig, maar ook met dit weer, hoe kunnen al die politieagenten daar toch staan? Hebben die echt niet in de gaten dat er gewoon helemaal niks aan de hand is met corona en dat het gewoon United 2030 Sustainable Development Goals is waar ze voor aan het werk zijn? Ja, maar hetzelfde gebeurt, ze selecteren op compliance en dat is natuurlijk al tijd aan de gang bij de politie. Dat is gewoon domme, agressieve mensen die er graag ophakken en voor een schouderklopje. En het is gewoon mijn baan. En wat er nu in vele sectoren gebeurt, als ze dat bij de militairen ook gaan doen, van ja, je moet een vaccin nemen, anders weer ontslagen, zoals in Amerika. Dat betekent dat de militairen gewoon een selectie is, dat alle, zeg maar, veel christenen gaan er dan uit, en veel zelf nadenkende mensen die zeggen van, zo makkelijk ga ik daar niet mee akkoord. Wat je overhoudt, is dus een verdere... meer ordervolgers. En in een ziekenhuis is het ook zo. Betekent dat als jij in een ziekenhuis terechtkomt of met militairen te maken krijgt, dat er helemaal niet meer mee te praten valt. Waar er misschien vroeger nog eentje bij zat die zegt, ja, ik begrijp wel wat je bedoelt, maar heb je daarna alleen nog maar mensen die gewoon de blind erop hakken. Ja. En ik denk dat dat doel is. Ja, nee, oké. Okay. Maar dan nog zijn er ook heel veel mensen die gewoon het blijven tolereren. En die dus daar naartoe gaan en die zeggen van ja, jullie brengen de volksgezondheid in gevaar. Jullie zijn sociale terroristen, is inmiddels gevallen. Ja, ik zag onder eens een artikel staan over dat Waku Waku. Nou, daar moeten ze veel harder aan, zo'n één commentaar onder.
moeten ze veel harder aanpakken, gelijk licentie afnemen. Dus hij gaat er natuurlijk al vanuit dat je voor een restaurant een licentie nodig hebt, anders dan kan je natuurlijk geen eten voor anderen maken. En, en het is, dat zijn natuurlijk altijd mensen die zelf nooit een pistool pakken om zo'n bedrijf te sluiten. Dat zijn mensen die heel laf zijn en de politie erop afsturen. Ik heb dus voor mezelf besloten, ik heb er veel over nagedacht afgelopen maand, maar ik moet me echt gaan mengen hier onder de lokale bevolking. En wat heb ik er toch aan om iedere week weer te zien hoe het in Nederland gaat. Ik moet die Servische taal leren, dus ik ben van plan om het allemaal een beetje te gaan afbouwen. Dus dat zeg ik ook al zo niet de eerste keer dat ik het zeg. Maar ik heb op zich helemaal niks aan om te weten wat er in de Vredenburg in Utrecht gebeurt. Nee. En is het daar minder erg in Servië? Er is hier helemaal niks aan de hand. De regels, nee? Er zijn regels van kracht waar niemand zich aan houdt. En ze hebben toen vorig jaar in juli zijn ze het parlement binnengedrongen. Toen wilden ze een tweede lockdown in Belgrado invoeren. Oh, ja. En sindsdien is er eigenlijk, ja, de mensen hebben hier dus ook vaccins, maar ze hebben hier ook het Chinese vaccin, wat een echt vaccin is en wat geen nieuwe technologie is. En de meeste Serven hebben dus zo'n Chinese vaccin genomen. Maar er is eigenlijk, ja, in de supermarkt een mondkapje. En daar houdt het wel een beetje mee op. Dat is nog steeds. Oh, maar dat hebben wij niet hier. Dat hebben wij niet eens zo. Nee, ja, dat houden ze er hier. Dus dat mondkapje, dat, ja, dat zit er wel in. Ja. Ik heb het idee dat je dat in veel landen hebt. Dat, in Oekraïne hebben ze ook nog steeds een mondkapje in de supermarkt. Dat houden ze gewoon maar in. Als je dus je mondkapje als je hem als kinmasker gebruikt, zeg maar, dan is er ook niemand die wat zegt, weet je wel. Het gaat er alleen om dat jij twee elastiekjes om je oren hebt en of dat ding dan voor je mond of voor je ogen zit. Het is belangrijk dat je oren heel wijd uitsteken. Dat is Je moet het zo zien. In Servië is in de afgelopen 30 jaar was het hier gewoon naoorlogse pauper. Zo kan ik het beste verwoorden. En er is geen grote overheid hier. Dus er is gewoon nooit gecontroleerd op regels. Tuurlijk zijn er regels. En de mensen maar de mensen die leven in zo'n soort anarchie in de afgelopen paar jaar, dat het voornamelijk sociale regels zijn waardoor mensen gelimiteerd worden en niet zozeer, weet je wel, bijvoorbeeld, je mag niet blowen in Servië, er wordt meer gedaan dan in Nederland. Je mag hier niet pokeren, maar ik weet waar je kan pokeren. Je mag hier niet, de cafés moesten op een gegeven moment om 12 uur dicht. Ja, de deur die ging dicht, maar de muziek die ging niet uit, snap je? Dus ja, de mensen zijn een moslimland, zeg maar. De mensen zijn gewoon gewend dat de overheid hun onderdrukt en ze zijn er creatief in geworden om dat te ontwijken. Nou, in Nederland zijn de mensen dat niet gewend en net als ik zelf ben veel te naïef en aardig naar dat soort overheden. Toen zeg ik, oh ja, tuurlijk, nee, ik werk er wel aan mee hoor, want ja, ik wil allemaal geen problemen maken. Maar ja, weet je wel, in Nederland, je ziet het hier ook aan de stoep. Het is een hele mooie stoep. Dus al die mensen die zijn tevreden. Als je hier in Servië op de stoep loopt, ja, daar zitten er dikke gaten in. En dan, ik zat hier een keertje. Ja, ik lul veel te veel. Maar er was een klein kindje met een step. En die reed in een gat. Die was dieper dan die step, joh. En die viel vol op zijn gezicht. Nou, en die moeder die trekt het hem omhoog. En dan hup, weer lopen. En hier, als je dat in Nederland zou hebben gehad. Nou, dan was die moeder naar het ziekenhuis gegaan en had dat kind, weet je wel, een pleister met een olifant erop gehad. Met een, oh ja, nee, het is, weet je wel, het is hier gewoon, de mensen die zijn wat meer gewend om te leven, laten we maar zo zeggen. En die hebben allemaal niet zoveel van regeltjes. De regeltjes is als jij een pen laat vallen, dan valt hij naar beneden en dat is de regel. En weet je wel, dan kun je wel zeggen, ja, nee, die pen die mag je niet laten vallen, maar dan zeggen de mensen, hoezo niet? Hij valt er gewoon, dan kan ik er ook niks aan doen. Nou, en ja, ik weet het niet hoe ik het moet uitleggen, maar het is een heel andere mentaliteit. En dan merk je dus ook met corona, er is hier eigenlijk niks aan de hand. Ja, het doet wel denken aan de Oekraïne inderdaad. Van die, een schoten Spakenburg. Men gaat heel erg creatief met de regels om.
Ik moet ook wel even erbij zeggen, ik woon inderdaad, nou jij dat net zegt Johan, ik woon natuurlijk in niet zo'n hele grote stad. Het is wel een van de grootste steden van het noorden van Servië, maar het is niet zo groot. En als je in Belgrado gaat, dan is het wel een andere, weet je wel, daar is het allemaal wat groter en wat drukker. Daar en is de overheid wel wat meer aanwezig, hè? Ja, ja, ja. En daar dat heb ik je wel eens dus vernomen wel van, eigenlijk wilde dat ik ook bij... Ja, nou, dan weet ik weer heel erg, had ik van anderen ook nog gehoord. Ja, dat volgens mij ook gezegd, eigenlijk wil heel Servië ook van Belgrado afscheiden als ze het kunnen, weet je wel. Hier in het noorden willen ze zich zeker afscheiden, dat roepen ze al jaren. Ja. Eigenlijk heeft iedereen niet een scheidhekel aan Servië, maar iedereen heeft een scheidhekel aan Belgrado, waar oorspronkelijk dus de regering van Joegoslavië ook zat, hè. Dus eigenlijk is iedereen van Belgrado afgescheiden, niet van Servië. Ja, het is inderdaad, Belgrado is een beetje zijn eigen wereld, ja. En hier zeggen de mensen dus ook van, ja, Belgrado, daar hebben we helemaal niks mee te maken wat ze daar verzinnen. Dus, ja. Ik bedoel, van oudsher was het heel gecentralistisch geregeld. Vanuit, daar zat de kern, daar zat de fucking overheid. En de rest had daar eigenlijk een hekel aan. En, ja, ja, ja. Ze zijn niet van Servië afgesplitst, maar van Belgrado. Hmm. Denk ik. Ja. Nou, het is ook nog zo, ik moet er wel bij zeggen, als ik hier naar de overheid toe moet, dan heb je dus wel weer bij de ingang, heb je zo'n temperatuurmeter, hadden ze daar op een gegeven moment staan. En dan moet je ook, en daar staat dan ook echt iemand te controleren, dat je daar je vinger vol moet houden, dat die groen piept en zo. En dus ja, oké, ze zijn er hier ook wel mee bezig, maar er is gewoon niet zoveel budget. Het is gewoon onmogelijk om zo'n politiemacht, als je hier op het plaatje ziet, ja, ze hebben gewoon het geld niet ervoor. Ja, dat is in Oekraïne ook zo. Maar Oekraïne heeft geloof ik 600 miljoen dollar of euro gekregen. En nou begint het ook te rollen, de rare maatregelen. Ja, ja, ja. Ja, dat is het. Hier heb je wat geld, doe eens wat crazies. Ja. Misschien moet ik toch maar naar Servië gaan verhuizen. Ja, zeker doen. Ik had te overwegen om naar Mexico te gaan, maar... Ik zou eerst even wat e-gulders kopen. En als die dan boomt, dan heb je ook meteen genoeg om met pensioen te gaan. Wij kunnen bijna iedere coin kopen. Dus iedere coin gaat boomen. Oké. Okay. Zelfs de Flappy Coin. Waar handelt die tegenwoordig? Weet ik niet. Volgens mij is die helemaal dood. Ik heb hem nog laatst lopen zoeken. Maar volgens mij is die echt helemaal dood. Maar in ieder geval, wie niet dood is, die zien jullie achter mij. Dat is Douwe Bob. Ik heb een filmpje gezien van Douwe Bob. Ik ben normaal niet zo van dat soort filmpjes, maar deze heb ik toch aangeklikt. Hij is wakker geworden, hij is niet gevaccineerd en hij heeft ook een schuithekel aan die coronapas. En daarom zegt hij van, hij cancelt zijn hele tour. Hij vindt het discriminatie en ja, hij wil daar niet aan meewerken. En, Persoonlijk vond ik Jan Dino, want die wordt hier ook genoemd, die vond ik sterker nog in zijn betoog en zijn dingen. Maar goed, Douwe Bob, ja, ik heb er zelf helemaal niks mee. En ook Nielsen en zo, ik heb er allemaal niks mee. Dat vind ik allemaal, weet je wel. Maar ja, ze hebben volgers, dus kennelijk is dat belangrijk. Ik had er nooit van gehoord tot het moment dat ze dit bekend maakt. Ah, Douwe Bob ken ik dan weer wel, maar... Nou, ik ken zijn naam, maar ik heb nog nooit een liedje van Douwe Bob gehoord. Ja, god, hoe heet dat nou? Het Songfestival liedje. Ja, dat is wel een leuk liedje. Ik weet ook niet meer wel wat liedje dat was. Ja. Heet die ook alweer? Ik ben het nou weer kwijt. Want dat je relaxed aan moest doen, dat was geloof ik de boodschap. Vier in mijn kop. Huh? Nee, die andere van het Songfestival. Dat is toch een beetje van, je moet rustig aan doen. Dat was het thema van het nummer een beetje. Slow Me Down? Slow Down, ja, dat was hem, ja. Slow Down, ja, ik heb hem niet even kijken. Het was een grappig deuntje. Ik heb hem voor mij ook wel eens een keertje live gezien, maar toen, ik vond hem wel oké. Maar het is, zijn band is er wel mee, die heeft wel met hem gebroken. Dus, en de ja, technici hij met zijn band waren ook niet toch? Zo blij, dat staat in dit artikel dan. Dat wordt nou weer het NOS-artikel natuurlijk. Dus dat is even kijken. Fabeltjeskrant moeten we even erbij halen. Dat komt allemaal in de krant. Van Fabeltjeskrant. Ik vind de NOS nog minder gekleurd dan nu.nl. Maar oké, het is net zo goed. Dat is wel zelf.
Dezelfde shit. In ieder geval, hier wordt dan heel zielig gedaan over dat de technici en de geluidmensen allemaal moeten lijden onder de keuze van Bob. Als die de verkeerde partijen hebben gestemd, dan verdienen ze dit gewoon. Dus geen medelijden mee. Daarna slaat het nergens op, want zo'n tour, ja, er moet iemand anders voor in de plaats komen. Dus dan komt er een andere artiest voor in de plaats. Dus die geluidsmensen, die hoeven niet te huilen, weet je wel. Die hebben gewoon werk, want hij wordt dan weer vervangen voor Anouk of zo, weet ik veel. Dus iemand die compliant is. Ik weet niet of Anouk er ook in meegaat, maar... Ah, die laat zich zo vaak prikken, die zal het vast niet erg vinden. Die laat zich wel er heel... Sorry. Nice. Als er maar een grote prik is. Je weet er meer niet. Ze heeft er zelf uitspraak over gedaan, hè, Peter. Ja. Ze valt op donkere mannen vanwege iets. Mm. Ja, grotere injectie. Anouk. Ja. Ja, terwijl ik met mijn armen ben ik hartstikke goed hoor, dus ze weet niet wat ze mist. Nee, maar ik vond het toch wel dapper. Toch wel een held hoor, die Douwe Bob. En die andere, die noemde nog een paar. Ik vind dat ook weer te ver gaan hoor, Johan. Wat een held. Ja, maar je staat er wel tegen. Maar wat een held. Ja, dus, want kijk, hij moet nou ander werk doen om aan geld te komen. Ja, ben je dan een held? Je maakt wel een keuze van, hey, ik wil hier niet in meegaan. Dus jij kan ook zeggen, ja goed, ik moet mijn huur betalen en alles. Dus nou ja, dan doe ik maar hier mee. Ook al ben ik het niet mee eens, weet je wel. Ja. Dus, en als er meer mensen zo zijn, dan kun je wel heb je eerder kans op verandering. Als iedereen maar in meegaat en het hoofd buigt en zegt, ja, het is maar mijn baan, weet je wel. Ja, dan ben je net als een politieagent die zegt, van nou ja, ik ben het er niet mee eens, maar ik knuppel je wel tot moes. Weet je wel? Ik vind een held, vind ik te veel. Maar goed, oké, we noemen hem een held. Jij mag het een held noemen. Ja, dit zo, kijk, het is, ja, hoe noem jij het dan? Gezond verstand. Ja, okay. Hij gebruikt zijn gezond verstand. Ja, maar je moet wel bepaalde keuzes maken die negatieve consequenties voor je kan hebben. Ik bedoel, hij wordt op. Misschien heeft hij gewoon heel vroeg bitcoin gekocht en kan hij dit permitteren. Maar, Nee. Ik denk, hoezo heeft dat negatieve consequenties? Als hij wel meegaat in die prik, wat zijn dan de negatieve consequenties? Hij maakt gewoon een keuze. En om dat nou heldhaftig te noemen, ja, dat vind ik een beetje ver gaan. Maar hoe moet hij dan aan zijn geld komen nu? Ja. Johan, ja. Duizend en één manieren. Net alsof dat hij nou geen muziek meer kan maken. Hij kan toch gewoon een Twitch maar muziek maken alleen, maar daar verdien je in Nederland niks mee. Hè? Je verdient puur aan concerten en dat soort dingen. En al zijn royalties, die blijft hij gewoon ontvangen hoor. Dus, nou, dan moet je in het buitenland een hit hebben. Als je in Nederland alleen maar een hit hebt, dan verdien je er niks aan. En zo'n songfestival nummer. Dan ben je misschien sowieso je royalties kwijt. Misschien. Nee, dat niet. Maar dan moet het genoeg gedraaid worden in het buitenland. En als het alleen maar een heel veel van die songfestival nummers worden nooit een hit. Nee, oké. Als het redelijk wat airplay heeft in het buitenland, ja, dan hou je er wat aan over. Maar dan moet je ook niet vergeten dat de Belastingdienst de helft van die royalties inpikt. Hè? Ja, als je het op de bank laat staan, dan nemen ze daarop ook weer de helft daarvan in beslag. Ik wil er nog op zeggen, Douwe Bob maakte zijn besluit bekend omdat hij geweigerd is in een bioscoop. Dus hij deed pas iets toen hij er zelf mee kon. Het was niet zo dat hij een maand geleden zei, beste mensen, mocht er ooit een QR-code komen, dan ga ik mijn dingen stoppen, want ik vind dat namelijk slecht. Nee, hij moest eerst zelf geconfronteerd worden met het negatief. En dan zegt hij, ja nee, nou ga ik er niet mee. Dat vind ik geen heldengedrag. Dat vind ik gewoon, oké, je wordt ermee betrokken, je gebruikt gezond verstand en je maakt een keuze. Misschien had hij daarvoor helemaal niet over nagedacht. Ja, laten we zeggen dat het dapperder is dan iemand die gewoon helemaal daarin meegaat. Oké. Ik vind wat dat betreft dus een Hans Teeuwen een grotere held dan Douwe Bob. Ja. Hans Teeuwen is sowieso een grotere held. En die moeten we echt een keer uitnodigen, hoor. Ik denk dat hij wel komt. Ja, laten we gewoon een keertje inderdaad een berichtje sturen. Ja. Misschien wil hij best wel hier... Ja, ik weet het niet, want ik denk dat hij zit bij management, hè? Ik weet niet, moet ik even uitzoeken waar hij zit, want
Ik heb toen vroeger in het verleden, lokale omroeptijd, heb ik Henk Westbroek wel eens in de uitzending gehad, toen nog bij de lokale omroep dan, hè. En dat ging heel makkelijk, maar op een gegeven moment wilde ik hem uitnodigen voor de LP. En toen zei hij ja, ik was wel vrienden met hem op Facebook. Dus toen zei hij tegen mij via de chat van ja, ik zou best wel willen komen, maar het management vindt dat niet goed. Dus je moet echt via het management. En toen zei hij ja, ik kan je nu al zeggen dat gaat €3000 kosten. Ja. Dat is wel heel veel van die artiesten is dat zo. Dus, als jullie nou even allemaal nog doneren op die QR-codes, dan huur ik een keer aan Stewie. Nee, maar ik kan het wel gewoon proberen. Misschien dat hij gewoon dat hij daar schijt aan heeft. Of ik weet het niet. Het is wel een sterke naam, Vrijheid Radio. Ja, dus ik denk wel dat dat een beetje kan triggeren voor. Ja. Ik ga het gewoon proberen. Hè. Dus nooit geschoten is altijd mis. Wie niet... Dat waagt wie niet wint, wie niet neukt, krijgt geen kind. Ja. Maar, even kijken. We waren bij Douwe Bob gebleven. En dan gaan we even verder hoor. Dan gaan we hier naartoe. Oh ja. Hartstikke idee. Volgende artikel, mensen. Douwe Bob. Oh, propaganda. Dit is iets voor jou. Wat zit nou? Military leaders saw a pandemic as a unique opportunity to test propaganda techniques on Canadians. Dat is de Forces Report say. Ja. Jij hem gelezen, ja. Peter? Nee, ik heb hem niet gelezen, maar ik heb even de top gelezen. Het ging over Canada. Ja. Maar het verbaast me een beetje dat iemand dat dan toegeeft. Het zat in een rapport van het leger, dus gaan ze waarschijnlijk vanuit. Ze hebben dezelfde technieken gebruikt als die in de Afghanistan oorlog. En dat is natuurlijk altijd zo bij dit soort, bij die empires is het van, wat ze beginnen te gebruiken in het buitenland, bij hun buitenlandse missies, waarbij de onderdaan nog denkt, ach, het zijn toch maar Afghanen. Uiteindelijk komt dat altijd naar de huismarkt toe. Want die heersers denken van, nou, als het daar werkt, waarom dan niet thuis gebruiken? En dat is eigenlijk altijd het geval. Dus met Caesar al. Die Caesar die gaat eerst campagne voeren in Gallië. En die vermoordt daar een hoop mensen. En dan zo lang is het nog van, nou ja, het is toch een buitenland. Hij komt met buit terug enzovoort. Maar de volgende stap is dat hij met de Rubicon crossed met zijn leger. En dat hij de eigen bevolking ook gaat plunderen. Want ja, als plunderen een principe van je is, dan moet je het met zoveel mogelijk mensen doen. En dat is met propaganda ook zo. Ja, er was zelfs officieel een wet dat de Amerikaanse overheid geen propaganda mocht gebruiken richting haar eigen onderdanen. Dus Radio Free Europe en dat soort dingen waren niet, mochten niet gebruikt worden in Amerika. En die is op een gegeven moment afgeschaft. Ja, die hebben ze maar... Wanneer is het afgeschaft, Peter? Weet je dat ook? Onder Obama. Ja, ik denk een jaar of 5 geleden of zo. Oh, oké, okay. Recent vind ik. Ja. Ik dacht misschien al in de jaren 80 of zo. Nee. Obama had zo'n wet geschreven dat mocht. Het is ook doet mij een beetje denken aan de informatie die we, nou, dat is inmiddels wel een half jaar of langer geleden dat we dat hoorden, maar dat ze in Duitsland dus bewust angst gingen voeden via de televisie om maar volgzame burgers te krijgen. Dus op een gegeven moment in de UK ook, hè? Ja. Hadden ze zelfs universiteiten voor ingehuurd. Goed. Ik zeg al, ik snap dus niet dat er zoveel Nederlanders dat niet in de gaten hebben. En zoveel mensen in de wereld dat niet in de gaten hebben. Wat lul ik nou weer over Nederland? Het is een wereldwijd het wordt epidemie. Niet verteld op tv. Dus gebeurt het niet, dus weten mensen het niet. Als je ermee confronteert, dan ben je een wappie. Ja. Iedereen heeft toch even binnen gezeten. Die hadden allemaal de tijd om heel de dag op het internet naar andere informatie te zoeken. Maar geloven ze niet. Zeer. Heel veel mensen. Afgelopen weekend had ik familieweekend. Echt enorm gezellig ook weer. En toen ging het dus ook met een bepaald familielid over... bijvoorbeeld de effectiviteit van vaccins en de besmettelijkheid nadat je bent gevaccineerd. Zei jij, het is geen vaccin, zei jij toen. En toen werd er
de RIVM-informatie bijgehaald. Ik zei, ja, maar er is ook nog andere informatie te vinden. En die wijzen op dat het vaccin veel minder effectief is. En ook dat mensen net zo besmettelijk kunnen zijn na vaccinatie. Maar ja, dat stond niet in het RIVM-artikel, dus het was niet waar. En ja, dat houdt de discussie ook op. Als er iemand fake news verspreidt, dan is het de RIVM wel, maar ja. Ja. Maar goed, dat komt er dus niet in. Dat landt niet tussen de oortjes, dat misschien foute informatie is. Maar misschien heb ik zelf ook foute informatie gelezen, hè? En is het van de RIVM wel juist? Dat kan ook. Ja, ik heb hier van Flabbergast nog een opmerking in de chat. Hoe weet je hoeveel mensen er een probleem mee hebben? Weerstand is misschien ook wel verborgen door de media. Nou ja, haal dat misschien maar weg. Want als er 200.000 man op een plein staan, dan zeggen ze het zijn er 10.000. Dus het wordt altijd gedownplayed. Ja. Ging over die met die propaganda over de Smith-Mundt Act uit 1948. En die is door Obama gerepealed in 2013. De National Defense Authorization Act. Ja. Nou, volgende. Ja. Hey, gaan er snel doorheen. Even kijken. Ja, hier ook Chinese klokkenluider. Ja. Ja. Is het waar of niet? Ja, het komt van de Daily Mail, dan is het waar, jongens. Ik weet het niet. Ik heb dit verhaal al een tijd eerder gehoord, dat die military games in Wuhan, dat het daar begonnen was. Maar dat is een beetje een Chinees verhaal, want de Amerikanen die zeggen, nee, het is in de Wuhan lab of virology is het begonnen. Er waren de eerste slachtoffers en de Chinezen zeggen nee, de Amerikanen hebben dit verspreid daarvoor in oktober 2019 bij de militaire World Games. En dat is hun verhaal. En dat komt uit Fort Dietrich, een Amerikaans lab. Ja, dat is natuurlijk allemaal propaganda. Waarschijnlijk, ja, wat de waarheid is. Ja, misschien heeft het wel waarheid, want ik bedoel dat lab in Wuhan, dat was toch gefund door Amerikanen? Ja, maar zij zeggen dus dat het uit Fort Dietrich kwam en via Amerikaanse soldaten is vrijgelaten bij die military games. Ja, ik heb toch wel het idee dat de eerste slachtoffers in Wuhan vielen en in de buurt van dat lab waren. Maar ja, dat kan je natuurlijk allemaal in scène zetten. Ook als je dat wil, dan kan je dat gewoon daar verspreiden met het idee dat je daar dan later China de boeman kan toespelen. Ja. Ik heb hier nog even weer een... Een clownsneusje die ik van de week ergens opdook. Er werd gewezen dat je dus voor die corona-uitbraak had je Event 201. Ja. Waarin ze dat helemaal voorspelden. En simuleren. Ja, en toen zei, volgens mij was dat met Jorren Luca, die deze week met Brecht Arnaert sprak. Het is wel drie uur aan een stuk, waarin Brecht het bestaan van virussen ontkent. Elk virus. Maar in dit geval ging het dan in Event 201. En toen zei hij van ja, ik wilde weten waarom was dat nou Event 201? Wat is die 201? Is er dan ook een 101? Want dat is een beetje... Ja, nou, hij zei van voor mij, de verklaring die ik voor mezelf heb gevonden, is dat de World Health Organization op 20 januari de pandemie uitsprak. Dus Event 201, 20 januari. En dat was dan volgens Brecht Arnaert geen toeval. Nou, maar dat was al veel eerder. Het was ook al in juli dat jaar daarvoor dat het al actief was. En dat het. En ook in december waren er al gevallen achteraf. Dus het is helemaal nooit 20 januari geweest. Ik geloof ja, wel, de WHO heeft het op 20 januari officieel kenbaar gemaakt als een pandemie. 20 januari is de datum van de WHO. Dus ja, natuurlijk waren er van tevoren misschien al wat dingen, maar op 20 januari was het een officiële pandemie.
En dat was volgens Brecht Arnaert geen toeval. Dus, ja. De eerste pandemie waar eigenlijk meer mensen bijgekomen zijn. Ja, maar dat komt. Is gewoon met een miljard gestegen. Ja. Dat komt dan weer, volgens mij. De lockdowns, dat iedereen met elkaar loopt te ketsen. Omdat ze niks anders doen. Nee, geboorteaantallen zijn ook omlaag. En omdat ze in 2009 de definitie van pandemie hebben aangepast. En dat de dodelijkheid dus geen rol meer speelt. Ja, ik snap je. Maar goed, ja, even nog terugkomend om dit verhaal. Daar kunnen we nog iets aan toevoegen eigenlijk. Dit is de beste man. Ja, maar die is overleden inmiddels. Oké. Of niet? Oh, dat weet ik niet. Ja, ik dacht dat ik het ergens las. Even kijken hoor. Oh nee, toch niet. Nee, het staat verderop in dat artikel, maar al die Chinezen die lijken zoveel op elkaar. Nee, sorry. Hoe durf je dat te zeggen? Bij dit soort dingen is het gewoon heel moeilijk vast te stellen wat er precies gebeurd is. En iedereen speelt iedereen de zwarte piet toe. Ik heb wel het idee dat het inderdaad, als je die militaire games ziet trouwens, ik heb daar filmbeelden van gezien destijds. Wat een enorm fascistisch vertoon is dat. Dat is ongelooflijk. Vlaggen zwaaien en paraden en al die mensenmassa's van die poppetjes. Het is gewoon alsof je naar de Führers en bijeenkomsten zit te kijken. Ik word hier meteen gefactcheckt door Balf 1. Ik ga even dat praatje erbij halen waar ik het gehoord heb. Fake nieuws, jongen. Ja. Nee, ik zei, ik heb het gehoord. How dare you? Altijd eerst Snopes checken, hè? Ja. Anders gaat er weer op punten van je sociale credits af. Brecht speculeert er graag aardig wat op los. Ja, het is een 3 uur durend interview, dus ik kan het stukje ook niet eruit knippen. Maar als er iemand, volgens mij had ik het hieruit. Hij zegt inderdaad heel veel controversiële dingen, dus ja. Je maakt een stereotype beeld weer helemaal compleet van, je hebt iets wat andere mensen horen zeggen. Nee, ik ga eventjes 20 januari WHO verklaring, kijken wat er nou op 20 januari, wat heb ik het weer net verkeerd uitgelegd. Staat hier, the virus was first identified in Wuhan in december 2019. Maar dat is niet wanneer de WHO het uitroept dan, de WHO. Nee, maar de WHO heeft het dus uitgeroepen. In de chat word ik meteen gefactcheckt op 19 maart. Dus... Nou goed, ik ga het nou niet meteen terugvinden, maar... Je quote toch maar iemand. Er zal vast wel iets op 20 januari gebeurd zijn. Hier zie ik de World Health Organization on March 11, 2020 has declared the novel coronavirus outbreak a global pandemic. Dus daar is het weer maart 11. Dit is van de PubMed. Misschien is het dan in Nederland op 21 januari in het nieuws gekomen. Doe ik er nog één dagje bij. Maakt niet uit, joh. Maar het was gewoon een speculatieverhaal van iemand. Dus laten we daar maar gewoon bij houden. Ik denk dat het met dit soort dingen is het altijd ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk, om daadwerkelijk de hele waarheid bloot te leggen. Omdat iedereen gewoon liegt. Dus... Hoe ga je het ooit bewijzen? Of ze lullen elkaar maar na en ze lezen niet verder dan de koppen van een krantenartikel. En ze geloven ieder filmpje op YouTube. We hebben ook nog Operation Lockstep, hè? Dat is ook nog wel interessant in deze. Oké, nou, daar haal je ook maar bij. Ja, dat is... wat daar nou precies... Dat kan ik ook even niet boven water houden, maar dat had er ook Operation... Lockstep. Was het niet van Rockefeller Foundation? This operation was conceived as a catalyzing event, a sort of global 9/11, to destabilize the world, provoke the collapse of the national states, and finally usher the one world government. The outcome of this artificial crisis described in Rockefeller publication called Operation Lockstep. Ja, daar willen ze naar een nieuwe wereldorde toe gaan.
Ja, je bent natuurlijk een complotgekke als je dat gelooft, hè? Lijkt me duidelijk. Ja. We zijn gewoon allemaal wappies. Even kijken hoor. Dit staat ongevaccineerde Wim uit Wammerveen te wachten als hij de kroeg in wil. Kan van jou, ja, die had ik. Ja, die had ik gedaan, ja. Ja, dit is een artikeltje die een denkbeeldig persoon hebben verzonnen. Het is gewoon een wappie verhaal, gewoon allemaal verzonnen. Ja, maar die hebben dus in heel Nederland gezocht naar het meest onmogelijke plekje om een test af te nemen. En die hebben toen even berekend hoe lang die man erover bezig was als hij bij hem op de hoek naar de kroeg wilde gaan, maar dan een test moest afnemen. En het openbaar vervoer in die regio, die loopt nogal wanordelijk. Dus hij moet met 3 treinen en 6 bussen. En dan is hij in totaal iets van 6 uur bezig om die test af te nemen en weer terug te keren. En dan, als die positief is, kan hij het café in. Maar dan is hij dus wel 6 uur onderweg en moet hij... Oh nee, hij moet geen geld betalen. Want hij hoeft op dit moment nog niet te betalen. Maar het bekost hem wel. Dat is 1 oktober afgelopen, dus dat is morgen toch al dan. Ja. Oké, okay, ja. En hij moest wel €20 aan reiskosten met trein en bus en zo neerleggen. Ja, als je vanaf morgen naar een restaurant wilt en je kijkt tegen een rekening van... €50 aan of zo, dan moet je eerst nog een PCR-test doen voor 2 mensen of zo, als je daar naartoe gaat. Ja. Dus de rekening wordt meer dan verdrievoudigd, denk ik. Ja. Ja, terwijl dat een PCR-test helemaal nergens over gaat. Dus, maar ja. Ik heb wel gemerkt in de lockdown-tijd, heb ik heel veel in allerlei hotelletjes door het hele land geslapen en daar een beetje gefietst. En dan kom je ook in die kleine kroegjes daar. En nou, niemand had een mondkapje op, daar werd helemaal niet aan gedaan, weet je wel. Dus ik denk ook niet dat als hij in die kroeg daar naartoe gaat, dat die barman daar moeilijk over doet. Want iedereen kent elkaar en daar wordt meestal niet gehandhaafd. Behalve als ze je niet mogen, hè, dan is er wel van de regeltjes. Ik had dinsdagavond wel een grappig voorval. Toen was ik ook in een hotel ergens in het zuiden. En toen mocht ik daar niet binnen drinken. Dus ik moest naar buiten, het terras op. Nou, dat boeide ook niet, want er waren terrasverwarmers en bier was verder prima. Maar toen de volgende ochtend, toen ging ik ontbijten. En de ontbijtzaal was in precies dezelfde ruimte als het café. En dan mocht ik gewoon naar binnen. En er zaten ook meerdere mensen. Maar er werd niet naar een QR-code gevraagd. Oké, vreemd. Ja, ik heb wel 1 keer meegemaakt dat ik ergens in Limburg, echt letterlijk in the middle of nowhere... Daar stond dan een heel grote QR-code en zo'n apparaat om je handen te ontsmetten. En dan stond er een vrouw echt als een soort kamp, hoe heet het? Zo'n kampbewaakster. Bewaker. Stond ze daar en schreeuwde ook echt van wat de coronaregels waren. Echt met zo'n gezicht van, nu heb ik jullie lastige kutklanten, weet je wel. Pak ik jullie mooi terug. Ja, dus ik had echt zoiets van, nou weet je wat, laten we een cafeetje verderop gaan. Het probleem was, er was geen café verderop. Tuurlijk, er is altijd een café verderop. Nee, maar hier niet. Het was echt letterlijk in the middle of nowhere. Het volgende café was 20 kilometer verderop. Nou kijk, 20 kilometer verderop is het volgende café. Ja, precies. En we waren hartstikke dorst, want het was boven de 30 graden. Maar ja, goed, we zijn wel weer daar inderdaad zoiets van, nou, weet je wat, als je hier als klant geen koning bent, dan ga ik ook niet naar binnen, weet je wel. Ja. Ik zag wel een advertentie voorbij komen voor een voor NSB'er, zeg maar. om lekker te gaan shoppen bij je en je naar bedrijven naar binnen te krijgen, te gaan en dan kijken of dat zonder pas lukt. Oh jee, oh, dat doet ze ook al. Jeez. En het was ook zo'n gemeente Hardingerdam of zo, weet je wel. Zo'n gemeente waarvan je denkt van, jemig, daar hebben jullie daar behoefte aan, zeg maar, in zo'n klein plaatsje. Om ja. Om een beetje je lokale horeca te gaan lopen naaien.
Ik zag een berichtje van een horeca-eigenaar die niet controleerde. En toen had hij gasten binnengelaten en die gingen de politie bellen dat ze niet gecontroleerd waren. Ja. Dat vond ik wel mooi. Ja. Ja, maar dat krijg je. Er zijn gewoon hele, heel contingent verraders. Dus ik zag ook een restaurant zaterdag die niks controleerde. Ik zat op het terras, maar ook mensen die naar binnen gingen niet. En ja, je vraagt je af hoe lang zo iemand dat vol kan houden. Want ja, het stikt van de verraders natuurlijk. Ja. Heel veel van die horeca, die hebben al niet eens genoeg mensen voor als personeel, weet je wel. Ze kunnen niet eens aan de afwassen komen. Want dat was laatst, was ik ergens, nou, er was de warme keuken dicht. Want ja, ze hadden geen kok, dus ze konden geen kok krijgen. Weet je wel? Dus ja. Ja, dat is afgelopen zaterdag ook wel een leuke. Dat was op een camping. Ja. Moeten ze wel iemand hebben om die QR-code te controleren. Dat is wat ik mee wil zeggen trouwens. We gaan verder, ja. Lucas. Ja, toen familieweekend gingen we bowlen. En dat was inderdaad weer zo'n QR-gelegenheid. Dus we kwamen daar aan en ik bleef daar maar buiten staan. Ik heb eerst de familie laten scannen. Tot die miep zich omdraaien, weer terug ging naar de bar. Ben ik ook het establishment binnengegaan. En gewoon probleemloos zonder QR-code kunnen bowlen daar. Dus daar heeft daarna ook niemand meer naar gevraagd. En daarna heb ik hem ook nog betaald de rekening. Dus Oeh, nou hebben ze je te pakken, hè? Nee, maar het is voor de familie, hè. Dus dat telt niet. Maar dat ging wel zonder QR-code. Maar ja, de rest moest dus wel even gescand worden. Ja. Dus er zijn wel manieren. Word gewoon heel creatief als je het niet hebt en toch naar binnen wil. Dan kom je altijd wel binnen. Ja, ik hoorde ook van, vooral als ik, mijn schoonmoeder was ik op bezoek. Die weet helemaal niet hoe dat werkt. En die is wel driedubbel gevaccineerd, zeg maar. Die heeft geen idee hoe dat moet met die QR-code. Die zit zelf ook van die gaat naar de bingo club en die moet allemaal QR-code hebben. Dus die zat al met de andere bejaarden van de bingo club te bellen. En die wisten het ook allemaal niet. Nee. Dus die zeggen dan moet je een coronapas aanvragen. Oh, dan kunnen we naar binnen. Ja, met de coronapas kan je naar binnen. Oké, nou dezelfde coronapas gingen ze aanvragen. Ja, dat is zo'n boekje of zoiets. Maar dan moeten die stempels nog in, geloof ik. En dan, weet je niet hoor, maar ik heb zelf ook geen idee hoe het gaat. En dat probleem heb je hier ook al een beetje. Maar dan niet omdat de oude mensen het niet begrijpen. Maar meer omdat er gewoon heel veel mensen geen smartphone hebben. Oh ja. Dat is, dat is hier een beetje een luxe ding. Mijn schoonmoeder heeft een smartphone, maar die heeft geen idee hoe dat werkt. Ja, ja. Die is beter af met een phone dan met een smartphone eigenlijk. En ze heeft dan een gewone telefoon en een smartphone. En dan gaat de gewone telefoon af en dan zit ze de hele tijd met die smartphone. Ja, wat moet ik nou doen eigenlijk? Ik zeg nee, het is die andere telefoon die afgaat. Ja. Dat moet dan zometeen een café binnen gaan, weet je wel. Oh man, het wordt een feest. Ja, ja, maar goed. Wat heb je verder? Dat is nog een volgend artikel. Even kijken, waar we Wim gehad. Dan gaan we naar Rutte. Ik heb trouwens gevonden die advertentie hier. Ja, ervaren BOA Bar Organisatie, 36 uur Barendrecht. Leefbaarheid is het onderwerp waar jij warm voor loopt. Jij hebt oog voor bepaalde aspecten die het leefklimaat beïnvloeden in een wijk, nog voordat het probleem ontstaat. Mystery Shopper, Nederland. Ben jij 16 of 17 jaar en vind jij het leuk om met onze controleurs op pad te gaan naar verschillende evenementen, festivals en of horeca? Jullie voeren controles uit om te kijken of er aan de regel en wetgeving wordt gehouden. Ja. Ja, ja. NSB'er dus. Ja. Ja. Ja, ik ben blij dat ik weg ben, jongens. Echt. Ik was al zo vaak gearresteerd geweest in Nederland als ik dan nou was. Mag je mijn handjes klappen? Mevrouw de gast zegt, hoeveel verdient het? Ja. Ik heb er nog eentje voor Flabbergast. Voor het project van de GGD zijn we op zoek naar een acteur of actrice die de rol wil spelen in een korte video om de vaccinatiegraad verder te verhogen.
Het doel van de video is te laten zien hoe makkelijk en eenvoudig het is om snel even binnen te lopen zonder afspraak. Ja. Professionele productie, locatie Tilburg. Omschrijving. We zijn hier op zoek naar acteurs of actrices die zich zogenaamd willen laten vaccineren bij een testlocatie van de GGD. Hier wij zoeken naar een jong persoon, student, die bereid is te promoten. De rol van deze persoon bevat geen tekst. Dus je mag zo dom zijn als het achterend van de bark. Verder is het de bedoeling dat het proces van deze prik centraal staat. Hier komen korte scènes naar voren die te maken hebben met dit proces. De vaccinatie zal uiteraard in scène worden gezet. Het is niet bij take 5 dat je gelijk 5 shots gehad hebt. Ja. Ja, degene die dit hebben geschreven, die hebben zelf toch al ergens een neefje of nichtje of zo, die ze hiervoor kunnen inschakelen. Dat mag niet, hè? Dat is corruptie, Johan. Dat mag niet. Okay. Je moet echt een advertentie ervan maken. Ja, dan krijgen we bergen op zoomtaferelen. Oh ja, daar gaan we zo nog over hebben. Ik wilde nog zeggen, ik weet dat die van die tweede vacature krijg je voor als flabbergast het wil weten, dan krijg je een tegoedbon op bol.com van €150 voor die. Ja, je had hem ook gezien. Ja. Even kijken, nou ja. De boas zijn inderdaad altijd voordat het probleem is ontstaan. Echt de staatsvijand. Ja. Hey, staatsvijand is er ook. Dat is het centrale thema van de BOA. Voordat er een probleem is, is de BOA er. Gewoon het probleem. Maar dan gaan we even naar Mona Keizer. Terwijl dat BOA's voor de corona begon, waren BOA's in ieder geval in Breda. Had je een festivalletje en dan zetten ze er een paar van die BOA's neer. En als er dan wat gebeurde, dan belde die de politie. En meer was het eigenlijk niet, weet je wel. Een beetje toezicht houden, maar echt niet de straat op. Ja, misschien als er in het openbaar veel herrie wordt gemaakt en wordt gezopen wel, maar echt geen boetes uitdelen en weet ik veel wat. Gewoon een beetje echt ondersteunen, maar dat is tegenwoordig, van ondersteunen is weinig sprake. Maar goed, even naar Mona Keizer toe. Ach, onze Mona. Zegt de hier hebben we wel de Fabeltjeskrant, Johan. Wat? Hier hebben we de Fabeltjeskrant. Oh ja, de Fabeltjeskrant. Even kijken hoor. Ja, de Fabeltjeskrant. Ja. Vertel, wat is gebeurd met haar? Ik heb Flabbergast nog even, die zegt moraliteit wordt goedkoop verkocht. En deze Fabeltjeskrant op nu.nl, die plaatst het vertrek van Mona Keizer onder het kopje coronavirus. Dus tegenwoordig is alles coronavirus. Nou ja, want zij had in een interview, was ze kritisch op de coronapas. Ja, zij heeft eigenlijk als eerste Nederlandse gemeld dat er een 2G-systeem gaat komen. Nee, daar waren wij nog niet in Nederland. Daar wilden ze nog niet prijzen. Was je een wappie als je dat zei? Ja, nee, oké. Okay, je hebt het al over 5G, hè? Dus dit is nog maar 2G. Ja, en zij heeft zich daar dus over uitgesproken en is daarop eruit gegooid. Ik had een hele leuke column op Radio 1. Die ga ik er ook weer even bij zoeken. Sowieso vind ik de stem van die vrouw die de column uitspreekt, dat is echt. Nou, die mag voor mij de rest van mijn leven verhaaltjes voorlezen. Dat is echt heerlijk om naar te luisteren. Ja, echt waar. Een beetje zo'n Vlaams accent. Zo van, Ze heet Ellen Dekwits. Okay. De Kwits. Die had er een leuk stukje over gesproken. Een zwoele stem of zo? Die zei van, ja, het maakt bij Rutte niet uit wat je doet. Het gaat erom wat je zegt. Want 1 jaar geleden heeft de minister van Justitie Grapperhaus exact hetzelfde gedaan. Want die ging namelijk op zijn trouwerij tegen de coronaregels in. Maar die zei door Rutte geliefde woord sorry. En daarmee was alles goed. En deze Mona Keizer die zegt gewoon ik vind het allemaal maar niks. En die wordt eruit gewerkt. Dus het gaat er bij Rutte niet zo om wat je doet. Het gaat er meer om wat je zegt. En dat was de strekking van haar column. Ik vond het erg scherp. Gesproken. Maar uiteindelijk bleek dus dat Rutte mocht haar niet ontslaan, dus ze mocht blijven, maar toen is ze zelf opgestapt. Goed gezegd, hè? Oh ja, ik weet exacte details, weet ik er dan weer niet van hoe het is gegaan, maar het is vooral, er was gisteren ook een rechtszaak die door Blackbox werd gelivestreamd. Van advocatenkantoor Maas of Waas, zoiets.
uit Breda tegen de staat over deze pas, coronapas. En daarin werd dus ook gevraagd van ja, gaan die testen op een gegeven moment geld kosten? Nee, ja, zei die advocaat van de staat, op dit moment is dat niet het geval. Oh ja, en blijven die testen altijd actief? Ja, op dit moment zijn de testen actief. Oftewel, over 2 weken kunnen we de hele rechtszaak opnieuw doen, want er zijn alle dingen weer veranderd. Het is echt een... ook zo'n Mark Rutte die dan zegt, nee, ja, ik kan er niet op ingaan of we dit ooit gaan doen, want het is gewoon nu nog niet aan de orde. Ja, jongens, echt. Hoe vaak moet je nog voorgelogen worden om gewoon het niet meer te pikken? Maar ja. Er is geen actieve herinnering van hoe vaak dat is. Ja. Ach ja. Ik heb me wat vrije tijd over als ik al deze dingen niet meer wil zien. Ja, waar haal je de tijd vandaan, joh? Ja, waar moet je je dan nog aan ergeren? Vroeg bitcoins kopen. Ja, nee, ik ga gewoon heel die taal uit elkaar pluizen. Totdat ik op een gegeven moment hoogleraar Servië ben. Ja, ik van een vriend van mij die in Frankrijk was gaan wonen. De tip is gewoon, je moet, je kan wel de officiële taal leren zoals het in het boekje staat. Maar dan klink je net als Maxima in Nederland, weet je wel. Ja. Toen zij net de Nederlands had geleerd, ja, toen sprak ze zo raar Nederlands, maar dat is officieel in Nederlands, niemand spreekt dat. Dus je moet gewoon de taal leren zoals dat mensen dat onder elkaar leren. En wat, ja, ze maken dezelfde schunnige grapjes als dat wij in het Nederlands maken, weet je wel. En in Frankrijk is dat hetzelfde. Mensen spelen met de taal. En vaak zit er heel veel schunnigheid in, hè. En dat moet je door proberen te krijgen. Als je dat door hebt, dan denken die andere mensen, die Serviërs, hé, die spreekt heel goed Servisch. Ja, maar dat is dus... Ja, ik wil er verder niet te lang op ingaan, maar dat is dus net lastig, want er wordt hier zoveel gescholden in de taal, dat er bijna geen normaal woord meer overblijft. En dat precies, wil ik dan maar dat doen wij Nederlanders toch ook? Nou, nee, ik vind dat zelf wel... Kankatieve stering kut. Nee, ik niet hoor. Ik vermijd dat echt. Ik hou er helemaal niet van. Ja, maar dan de Nederlander, die heeft heel veel leidende voorwerpen die met een K beginnen. Ja, ik zeg wel dingen als, ik heb nou QR-slaaf heb ik erin gegooid. Ik ga tegenwoordig, in plaats van schuldslaaf, is het een QR-slaaf. Okay. Maar dat vind ik geen schelden. Dat is een beetje hetzelfde als een wappie. Dat is gewoon een, ja. Het beestje een naam geven. Ik denk dat je eigenlijk het best niet Servisch kan leren. Want wat er, denk ik, gebeurt is dat... Dat je dan gaat begrijpen wat er voor lokale onzin allemaal in het nieuws staat. Ja, heb je ook wel gelijk. Volgens mij, als ik naar de Oekraïne ga, dan voel ik me het relaxed. Als ik totaal niet begrijp waar die mensen het over hebben, dan kan ik me altijd inbeelden dat het allemaal uncaps zijn. Het is allemaal hekel aan de overheid hebben. En zodra je het nieuws gaat lezen, dan denk je, oh mijn god, dat is precies hetzelfde hier. Ja. Ik kan nog herinneren toen wij de politie in de kantine werkten. Dan zit je als je gaat zitten eten, zit je ook bij die politieagent aan tafel. Dus de mensen, je hebt een vaste cateringpersoneel en een paar politieagenten die er al jaren werken. Dat is allemaal een beetje een onderonsje. En dan zit je daar en die zitten dan te schelden op het nieuws wat ze gehoord hebben. En als je dan hoort praten, denk je, god, het zijn allemaal N-caps. Dus ik zei op een gegeven moment, dan liep ze de hele tijd te schelden op Rutte en op, dit was nog voor de corona, zeg maar. Op Rutte en op de regering en noem maar op. En toen zei ik van, goh, je klinkt wel als een anarchist. En toen werd hij ineens kwaad, wat zeg je? Ja. Had ik niet moeten zeggen. Toen zei die andere, ja, dat is belediging van ambtenarenfunctie, zei hij zo. Dat is niet waar, hij heeft pauze. Ja. Ja, goed. Ja. Ah, goed, even kijken. Ja, waar waren we eigenlijk? Ja, bij Mona Keizer. Mona Keizer, ja. Wat we kunnen daar nog over zeggen eigenlijk? Ja, wat ik daarvan vernomen had, is er zat natuurlijk kritiek op het corona, op de coronapas. En heeft Rutte ze gewoon eruit ontslagen. Maar ik begreep dat van Pieter Omtzigt, die tweette daarover van, normaal hoort dit, de regel daarvoor is dat jij... als prime minister de hele kabinet bij elkaar roept en dan met z'n allen een besluit neemt, ja, klopt, om te ontstaan. Maar er is helemaal geen beraad geweest.
Ja, toen dus, is hij dus... dit is dan weer teruggefloten en toen heeft ze uiteindelijk zelf ontslag genomen. Ja, oké. Okay. Ja. Dat verhaal ken ik nog niet. Toen had ze een afscheidsbrief waarin ze zei dat ze nou ja, haar hele ding uitlegde. Dus, oké, okay, want daarvan dacht ik wel van ja, gaan we ons nou ook helemaal niet meer aan zelfs die formele regeltjes van de overheid houden of zo. Dat ze zichzelf. Is het nou gewoon Rutte die gewoon zegt: oké, okay, jij bent eruit, toedeledokie. Maar. Kennelijk, ja, mensen zeiden ook al: ja, het is een il douche, Rutte. Ja. Gedraagt zich al. Maar goed, hij heeft de kans gehad het tegen te werken toen het allemaal verzonnen werd. En dat heeft ze heeft pas kritiek geuit toen het al een feit was. En dat is. Best wel laat eigenlijk. Waarschijnlijk toen ze net als Douwe Bob naar de bioscoop wilde. En dat ze nu... ja. Jij zegt het is geen held. Ja, maar goed. Het is wel op zich moedig dat ze er in ieder geval wat van heeft gezegd. En die laatste brief die was op zich wel weer oké. Toen had ik wel weer een beetje respect voor haar. Nou, maar ik had wel zoiets van nee, dan moet je juist blijven, weet je wel. Als je ziet dat het zo de verkeerde kant op gaat. Ja. Dan moet je je zetel niet opgeven. Blijf. Precies. Ja, die zetel dan weerstand bieden. Ja. Ja, die zetel opgeven was niet handig. Nee. Blijf zitten. En dat had ik dus ook met die Waku Waku restaurant. En dan hebben ze vandaag die uitspraak van de rechter, het moet dicht. En dan zegt iedereen, oh jammer, het moet dicht. Nou, dan gaan we maar weg. Nou, en dat begrijp ik dan gewoon niet. Ik denk, ja, nou en dat het rechter zegt dat het dicht moet, wat lul je nou man? Weet je wel, ga er dan voor of begint er niet aan? Ja. Je hebt €200.000, hoor ik net opgehaald. Nou, koop er een waterkanon van en zet het voor de deur. En, als ik hem was, zou ik gewoon zo'n voetdruk kopen en dan maar op straat gaan staan. Ja, dat kan je niet doen. Misschien kan hij nog wel via thuisbezorgd... Wagyu Wagyu krijg je dan, Wagyu Wagyu. Kan je nog wel via thuisbezorgd gewoon leveren? Of, Nee, ja, ze zijn gesloten en daar gaan ze zich aan houden. Nou, ja. Ja, het is wel moeilijk, want als er geen... Het hele verhaal hierbij is dat is er steun onder de bevolking. En als er geen steun is, dan kan je wel een waterkanon kopen en je gaan verzetten. Maar daar kom je er toch niet meer weg. En ik heb begrepen dat in Nederland, ja, dat hoorde iemand vandaag op het werk zeggen, dat er een derde van de bevolking, die maakt het niet uit wat je doet. Een derde van de bevolking tegen, een derde wil het opleggen aan iedereen. En, ja, ik had het iets anders. Ik had de helft maakt het niet uit. En je hebt een kwart hiervoor en een kwart tegen. Zou kunnen. Heb ik ook weer maar dat is een behoorlijke groep dus die het andere op wil leggen. Dat is een blue tiger, denk ik. En dat is eigenlijk te groot al om nog echt actief verzet te gaan plegen, denk ik. Hoor je dat staatsvijand die zegt nog iets? Oh, dan moet ik het even lezen. Mona blijft nog steeds tribunaal waardig. 520.000 levensjaren vernietigd. Avondklokje. Ja, ook wat voor te zeggen. Gewoon het aantal uren, zeg maar, met het avondklok dat je is afgenomen. Ja, nee, de 520.000 levensjaren, die is naar boven gekomen door een WOP-verzoek van een of andere ambtenaar. Die wist dat er altijd een kwali-onderzoek bij dat soort beslissingen gemaakt wordt. En kwali staat dan voor, ja, iets met de kwaliteit van het leven jaren. En als je dus 80 bent en je bent al... Je hebt al kanker, dan tellen jouw levensjaren nog maar voor de helft. Maar ben je heel jong, dan tellen jouw levensjaren, en je bent volledig gezond, dan tellen jouw levensjaren volledig vol mee. En dan wordt er dus een berekening gemaakt van hoeveel levensjaren kost het en hoeveel levensjaren levert het op. En toen was er bij de lockdown berekend dat het 100.000 levensjaren zou opleveren. En 620.000 levensjaren zou kosten. En toen is de beslissing gemaakt van, nou, dan gaan we maar in lockdown, want het kost 520.000 levensjaren. Dus dat is volgens mij waar staatsvijand naar verwijst. Een of andere opgezoek. Nee, als die ambtenaar dat niet had geweten, als die dat niet had doorgedrukt, dan hadden we dat nooit geweten. Dat vertellen ze gewoon niet. En sterker nog, er is gevraagd, hebben jullie dat onderzoek niet gedaan? Nee, we hebben helemaal geen onderzoek niet gezien. Hoezo?
En het schijnt het dus zo geweest te zijn dat dat onderzoek gedaan is bij een of ander ministerie, wat dan niet betrokken werd bij het ministerie van Volksgezondheid. En daardoor kon Hugo de Jonge toch zeggen dat hij het onderzoek nooit gezien had, terwijl het wel gemaakt was. Ratten zijn het. Ja, vieze spelletjes. Hele vieze spelletjes. Net als dat er in Nederland voor gekozen is om niet in een... hoe heet dat ook alweer? In een noodtoestand te gaan. Want dan zouden er allerlei regels anders van kracht zijn. En dus leek het Rutte en consorten beter om die noodtoestand maar niet uit te roepen. Ja, het zou natuurlijk ook kunnen dat ze... Dat het met die coronapas net zo gaat als met die avondklok. Weet je? Dat ze gewoon eventjes erdoor drukken. Gewoon van kijk, we kunnen het doen. En dat ze het dan weer terugnemen na protesten. En dan pas over een jaar of zo permanent maken. Ja, en volgens mij zitten daar gewoon allemaal bounties op vanuit Bill Gates in een of andere shady constructie. Die zegt, nou, voor elke dag dat jij je land in lockdown zet, krijg je 10 miljoen van mij. Ja, waar je toch niet zoveel meer aan hebt als de hele economie naar de malle moer is. Wat moet je nou met dat geld? Je kan nergens uitgeven, want er wordt niks meer geproduceerd. Zou je zeggen. Ja, sterker maar ja. Nog, ik lees net dat Biden's nominee voor top bank regulator earned Lenin Award, praised USSR equality and wants end banking as we know it. Ik denk, als je zo'n regulator van de banken gaat aanstellen, dan gaat het heel goed voor crypto worden, denk ik. Goede tijden worden dit. Ik wilde net zeggen, nou, even geduld en wij zorgen er wel voor. Tussen staatsvijand, oh, die typt de hele chat vol. Ja, hij zei nog, hij gaf me even gelijk en toen zei hij, het kostte ook honderden miljarden om per saldo 520.000 levensjaren te vernietigen. En ze wisten het, want de opdracht werd gegeven om het te laten uitrekenen. Of gaan ambtenaren uit zichzelf hard werken tegenwoordig? Ja, ze claimen dus dat ze het niet wisten, omdat de berekening werd gemaakt in een ministerie waar ze zelf niet toe behoorden en dat die informatie niet bij hun bekend was. Okay. Goed excuus. Ja. Ja, goed. Polsbandje in de horeca gaat alles redden. Ja. Ja, prachtig hè. Het is net als als je op Lowlands bent geweest en dan maanden met je polsbandje. Want ja, ik ben geweest jongens. Kijk mij eens even tof zijn. 24 uur van krachten. Kijk mij eens. Ja, maar je gaat hem dus. Er komen mensen en die gaan dus op een gegeven moment, let maar op, die hebben dan hun hele arm vol met van die polsbandjes. Oh ja. Want daar vinden ze gaaf. Dan kunnen ze laten zien. Kijk, ik ben elke avond uit geweest jongens. Ik ben wel de popiopie. En als je echt slim bent, dan koop je gewoon 500 kleuren polsbandjes. En dan loop je even rond. En dan kijk je over. Het oranje. Vandaag is het oranje. Nou jongens, hier om de hoek. €5 per. Ik denk dat ze doen gewoon 6 kleuren. Want ja, 1 dag in de week is de kroeg dicht. Maar dan hebben ze gewoon 6 kleuren. En daar doen ze het gewoon de hele week mee. En als je dan die 6 kleuren om je arm hebt, ja, dan kan je iedere... Ik hoorde ook al zeggen dat de politie zou het dan handiger gaan maken, net zoals dit een versoepeling was, door hekken rond uitgaanscentra te zetten en dan aan de hekken te controleren. Dan wordt het echt een soort ghetto, een uitgaansghetto. Ja. Nou, nee, hoeven de winkeliers zelf niet de coronapas te controleren. Er wonen mensen onder de kroeg en er is laatst een rechtszaak geweest van iemand die woonde toevallig in een staatje waar een straatje. Waarin een evenement werd gecontroleerd. Ja, en die kon... Het huis niet meer in en buiten. Ja. Nou, die heeft uiteindelijk een kort geding gedaan en gewonnen. Maar er wonen mensen in de kroegen. Wacht even, Sietske Bergma heeft uiteindelijk het niet voor laten komen. Want die heeft de organisatie van dat ding aan de deur gehad. En toen hebben ze er toch iets anders... Okay, ik hoorde van een vrouwtje die in een straatje woonde. Vrouwtje in een straatje. Vrouwtje in een straatje. Een bejaard vrouwtje in een straatje. En die, er was een evenement en die kon er niet in komen. Want ja, zij deed er niet aan mee. Of ze wist niet hoe het werkte, weet ik veel. En die moest dan iedere keer een test laten doen om naar de supermarkt te gaan, weet je wel. Dus die heeft een kort geding gedaan. En toen werd voor haar een uitzondering gemaakt of zo. Ja.
Ja, inderdaad, als je dus binnen die ghetto woont, nou ja, en je hebt geen vaccin, dan kun je dus je eigen huis niet meer in. Ja, voor 70 euro kan je nou laten testen. Elke dag. Nee, dat is geloof ik, is dat dan niet 24 uur helder, 48 uur helder of zo? Ja, ik dacht 24. 24 uur, ja, 24 uur. Ja? Dus als jij een weekend twee keer uit eten wil, dan moet je twee keer zijn... Twee keer testen. Ja, ik sprak toevallig iemand op mijn werk, die is dan twee keer zelfs. Twee mensen, heel kort achter elkaar. Die hebben allebei allergieën. Of de ene heeft iets met de bloed. Bloed dat stolt te snel of zo. En dus die heeft geen vaccin genomen. En die kan daardoor gewoon niet meer uitgaan en zo. En die andere die had allergieën. En die, die heeft daardoor ook geen vaccin genomen. En die vertelde mij dat er echt honderdduizenden Nederlanders zijn met dezelfde klachten. Er zijn heel veel. Er zijn best wel veel mensen hier in Nederland die dus om medische redenen dat vaccin niet kunnen nemen. Ook al geloven ze er zelf wel in, weet je wel, of zijn ze niet... Ik wil even de newspeak stoppen, want het is geen vaccin. Nee, oké. Okay. Maar goed, ja. Even los daarvan. Ongeacht of ze er wel of niet in geloven, er zijn er heel veel hier in Nederland. Dus die worden allemaal buitengesloten. Maar het is eigenlijk ongelooflijk wat er met de restaurant en de evenementen sector uitgaansleven gebeurt, hè. Er zijn mensen die hebben daar hele leven, een hele carrière op ingezet, al geld geïnvesteerd, een hele zaak opgebouwd. En er wordt gewoon zo onver geblazen alsof het niks is. En de mensen die, waar ik het net over had, want dat zijn de zwakkeren. Ze zeggen van, we moeten de zwakkeren beschermen. Ja, die zwakkeren kunnen geen vaccin nemen, want... Ja, ze zijn allergisch, dan krijgen ze negatieve reacties, dus die kunnen ze niet nemen. En die worden dan nog eens extra gestraft. Terwijl het zogenaamd was om hun te beschermen, ja. Ik heb de laatste nog even in het winkelcentrum geprobeerd bij de McDonald's naar binnen te gaan voor het toilet. Nee, dat werd inderdaad geweigerd. Je moest je coronapas laten zien om naar het toilet te gaan. En even later bij het koffiehuis kon je dan koffie bestellen. En er stond naast mij iemand die zei, gaat u het hier op drinken? Dat is dan zo'n terrasje binnen het winkelcentrum. Of neemt u het mee? En hij zegt, ik wilde hier even zitten. Oh, dan moet ik op de pas checken. En toen zei ik, wordt er ook aan de paria's geserveerd hier? Ja, je kon dus. Maar dan moest je het meenemen. En dan kon je gewoon iets buiten het terras lopen, er was een fonteintje en dan kon je gewoon op het bankje gaan zitten van het fonteintje. Dat is gewoon helemaal dezelfde ruimte. En dan mocht dat wel, maar je mocht alleen niet op een stoel gaan zitten bij het koffiehuis. Dus wegrestaurants, daar hoef je geen QR-code voor te doen, hè? Ja, dat is wel een, dat wordt dan echt, dan gaan we een gezellig uitje bij wegrestaurant. Ik heb een paar vrienden in Slovenië en daar moet je dus, als je wilt tanken, ook je QR-code laten zien. Wauw. Oh, jezus. Dus kan je, als je dan zo'n allergie hebt, kan je niet eens meer benzine komen. Ja, behalve waarschijnlijk de onbemande tankstations, die zullen er ook vast bestaan in Slovenië. Maar als jij dus een winkeltje in moet, dan heb jij daar een QR-code voor nodig. En nou is het ook, in Slovenië lopen ze dus ook met z'n allen over de snelweg. Om de boel te blokkeren en zo. Het is, op zich is het gunstig als ze zo heel ver gaan. Dan komt het verzet ook in opstand. Ja, en dat is het hele nadelige van die kikkerkook methode. Dat je het gewoon nooit lukt om die bevolking te mobiliseren. Nee, want dan gaan ze allemaal. Oh, en dan gaan ze even een dansje doen met unmute. En dan hebben ze weer eventjes een beetje adem gehad. Nou, en dan gooien we die QR-code eroverheen. En dan... Dan slikken ze het allemaal ook nog. Want ja, daar staan ze nog voor te dansen ook. Joh. Ik moet er eigenlijk nog een keer een verhaal over schrijven. Hoe absurd het is dat ze dus voor een testmaatschappij lopen te protesteren. Het is echt... Ja. Hoe krijg je het in de kop van die mensen? Maar ja. Er zijn echt mensen die denken van... Ja, maar zo gaan we weer terug naar normaal. Als we dit accepteren, gaan we weer terug naar normaal. Jeemig, hoe kan je dat nou nog blijven denken? Na 2 weeks to flatten the curve. Ja. Ik heb nog een opmerking van Staatsvijand die zegt, elke keer wanneer iemand zijn of haar broek zeikt omwille van de niet juiste QR,
is er weer een libertariër geboren. Dus het is een goede regel. Ja. Oh, daar zit ook wel wat in. Ja, ik denk inderdaad, uiteindelijk denken heel veel mensen die nog in de staat geloven, dat het een soort stabiele situatie kan zijn. Dat het zo kan blijven als het is. En dat het dan allemaal wel meevalt en nog wel goed geregeld is en zo. Maar dat is nooit zo. Het escaleert gewoon altijd. Die lui die pakken altijd meer tot het kapot is. Ze gaat gewoon altijd door tot het kapot is. En dat, ja, dat is niet alleen financieel zo met enorme schuldenverhalen. Maar ook met regulering. Ze maken het bedrijfsleven kapot. En de vrije markt probeert omheen te werken. Dus als ze het bedrijfsleven hier wegreguleren. Dan gaan ze gewoon importeren vanuit China alles. Hup, en dan blijft de zaak toch nog doorgaan. En nu zijn ze echt bezig om de voedselvoorziening te torpederen. In Amerika las ik dat ze het nieuwe belastingplan ook een enorme belasting per koe zit. Ze gaan enorme boeren, gewoon de boeren helemaal kapot maken. Dus dat betekent gewoon de hele veestapel gesloopt wordt. En de voedselvoorziening onderuit gehaald wordt. En de energie. Dus, en dat zie je hier in Nederland ook. De energierekening, las ik net, kan wel met honderden euro's omhoog gaan. Dus in Frankrijk hebben ze er een blok op gezet. Dat je dus tot april mogen de prijzen niet stijgen in Frankrijk. Ja, dan krijg je dus tekorten. Ja, ik weet het niet meer. Ja, dat gaat toch altijd zo. Als je zegt van de prijzen mogen niet stijgen. En er is niet genoeg. Dan, dat hebben ze wel eerder meegemaakt. Hè, met de wasvrouwen tijdens de Franse Revolutie. Die prijzen vastgelegd werden. Ja, dat is een standaard verhaal, toch? Prijzen vaststellen betekent lege schappen. Want de inflatie gaat gewoon door. En op een gegeven moment gaat niemand meer produceren voor die prijs. Of het gaat gewoon weg naar waar er wel de hoogste prijs voor betaald wordt. Maar ja, ik heb het idee dat ze nou echt hard bezig zijn om het allemaal stuk te maken. In Nederland natuurlijk ook de veestapel willen ze halveren. De voedselvoorziening is de volgende point of attack. En het is niet zo dat als je maar meegeeft en braaf doet en overal maar gehoorzaamt, dat het dan wel een beetje stabiel kan blijven of langzaam afglijden. Nee, die lui die gaan door tot je echt met de rug tegen de muur staat, dat het heel veel stuk is. Ik heb hier nog een opmerking van Balpe. Wat was het ook alweer? Bas. Gewoon Bas. Nou, ik zeg gewoon Bas. Wat heeft Bas gezegd, Balpe? Ik vermoed dat het Bas is. Die zegt, ik was bij een mute. Officieel was de boodschap inderdaad protestmaatschappij. Maar eigenlijk, iedereen die hier liep was er tegen. Veel woorden met fuck, medische apartheid, et cetera. Toch vind ik, maar dat is mijn mening natuurlijk. Hè, dat je bij zo'n... Ja, ik vond de hele setting met iedereen die daar aan het dansen was. Ik vond dat geen protest. Snap je, het was echt zo van, nou, we laten die mensen even een beetje luchten. En we geven ze even een beetje lijn om het later weer terug te kunnen halen. Het was voor mij echt van, nou, hebben die mensen nou zelf niet in de gaten dat ze, hoe ontzettend gemanipuleerd dat ze worden. Maar ja, nou ja, goed, het is in ieder geval goed dat er iets gebeurde wellicht. Hè? Want je ontmoet elkaar dan en dan spreek je inderdaad. De, ook met anderen die dus zeggen van, joh, die test... Dat is gezellig, hoor, dat is dan een protest. Ik heb er al een paar meegelopen en ja, is hartstikke leuk. Ja, maar jij loopt een mars, inderdaad, en daar gaat het niet om de muziek. Het ging bij die unmute... Hoop muziek daar, hoor. Ja. Bas, neem je gitaar mee. Bas zegt, het was ook geen echte protest, maar meer een verkapte lofpreek. Nou, en zo kwam het ook op mij binnen. En ik dacht, nou, die mensen zitten hier gewoon een coronafeestje te vieren en over 6 weken dan hangen ze weer. Maar even kijken, we hadden nog meer berichten. Nou ja, zaterdag ging dat hele... corona-appje ging dus van start. En nou, het was een groot succes, hè? Peter, die heeft het vorige week al aangekondigd, hè? Dat zou gebeuren. Altijd een blunder aan het begin. Peter, onze profeet. Hoort erbij. Ja. Ja. Welke voorspellingen heb je nog meer voor ons? Nou ja, wat ik dacht is dat het... dat dat zeg maar weer teruggedraaid wordt op een gegeven moment. Want bij echte mishandeling, bij abusive behavior, of hoe heet dat, mishandelgedrag, hoort altijd bij af en toe een bloemetje meenemen. Dus je slaat ze flink in elkaar. Maar
af en toe zeg iets. Ja, de loverboy methode. Het spijt me zo en hier is een bloemetje en ik hou toch ontzettend veel van je. Dus ik denk dat het er weer uitgaat. En dan haalt iedereen opgelucht adem. En dan de volgende keer komt de genade klap. Want dan is het de vijfde wave. En dan rijden ambulances om de oren. En ja, nu is het duidelijk aan iedereen dat het ervan moet komen. Het is ook even proberen. Van hoe gaan mensen ermee om? Hoeveel gaan er mee? Hoeveel weigeren halstarrig? Ik hoorde nou ook dat bedrijven in Amerika, dat zit verborgen in een nieuwe wetgeving, als die niet meedoen aan dat Biden verhaal van dat ieder personeelslid gevaccineerd moet zijn, bedrijven boven de 100 man, dan komen er boetes bij elke overtreding van $700.000. Dat betekent dus dat het onmogelijk is om ongevaccineerd personeel erop na te houden, want dan is het geen safe workspace meer als er een ongevaccineerd iemand rondloopt. En ik zat te denken, als dat gaat gebeuren dan, en als dat soort dingen ook hier komen, dan vlieg je er gewoon uit als je niet gevaccineerd bent. Hè. Dat is gewoon, Ik denk overigens ook dat er zijn ook mensen bij bijvoorbeeld die gezondheidszorg in New York, die zien er weer de positieve kant van. Van ja, alle mensen die er nu uitgeknikkerd worden uit de gezondheidszorg, die worden vervangen door marshals of zo. Hoe heet het ook weer? Militairen of zo. Maar dit betekent dat er. En als patiënten er niet meer naar binnen kunnen met zonder coronapas, dan krijg je een situatie dat er een soort zwarte markt ontstaat voor gezondheidsdiensten. Met die verpleegsters die hebben werk nodig en die patiënten die hebben zorg nodig. Dus dan gaat het er gewoon omheen werken. Dan gaat er helemaal buiten onlangs. Dat zou nog best wel eens beter kunnen gaan werken dan de officiële gezondheidszorg dan. Ja, zeker als iedereen blijft ontslaan. Ja, je weet zeker, net als met onderwijs, dat staatsonderwijs, het wordt gewoon slechter en slechter en slechter en slechter. En met gezondheidszorg is dat natuurlijk ook zo. Naarmate de staat daarmee zijn tentakels inzet, wordt het gewoon steeds slechter en onwerkbaarder en heb je er op een gegeven moment helemaal niks meer aan. Universiteit is het eigenlijk ook een beetje zo'n geval dat als je nu een kind hebt voor de universitaire leeftijd, ja, dan moet je maar afvragen of dat zin heeft om ze daar naartoe te sturen. Want eigenlijk wordt hun hele brein weer opgeblazen met allerlei woke bullshit. Dus dan, op een gegeven moment wordt die keuze heel makkelijk. In het begin denk je nog van ja, dit is toch wel belangrijk om zo'n diploma te hebben. Of een verzekering te hebben, zodat je naar het ziekenhuis kan. En ik denk dat op een gegeven moment is een ziekenhuis gewoon een soort doodsfabriek geworden. Universiteit is iets waar je hersenen helemaal voor opgeblazen worden. En op die manier is het gewoon duidelijk van ja, dat is niet meer een vraag. Nu moet ik gewoon mijn kinderen buiten op een andere manier onderwezen zien worden. We wachten het af, Peter. Nee? Hebben we nog een opmerking in de chat? Ja. Zal ik hem even voorlezen? Lees maar voor. Razor Sharp of Razor Sharp, net hoe je het wil uitspreken, zegt: ik kijk alleen even mee, maar voedsel moet minder, energie moet omhoog, immuunsysteem naar de kloten geholpen en 90% van de menselijke veestapel moet weg. Ja, is dat ook aan te denken met van die... Hij zegt ook nog, Razor is hok, wat is dat? H-O-C, wat is dat voor iets? Razor? Latijns voor... Voor rond. Misschien is het wel een... Iets van willen was het toch? Nee, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Hij schrijft het, maar... Hokvolkeren. Jullie kennen me wel. Ik weet het niet, hoor. Ik weet het nou nog steeds niet. Hokvolkeren. Volerend, ja. Ze hebben het zo gewild. Oh. Uitspraak van Julius Volerend. Caesar. Ja. Oh, ja. Ja, dat is nog steeds Ja. Ik verwacht nog steeds trouwens, waarom doen ze QR-codes en polsbandjes? Waarom niet gewoon zo'n geel plastic label in je oren met zo'n nummer erop? Net zoals die koeien. Het is geel, dus het geel is al een symbolische kleur. En
ja, hup, gewoon, dan kunnen die camera, die automatische camera herkenning, kunnen ook gelijk dat nummer van afstand lezen en gelijk zien waar alle koeien uithangen. Ik zou er gewoon een RFID-chip van maken, zo hier in de pannen van je hand. Ja, maar dat moet je vrij dichtbij voor zijn, voor een RFID-chip. En zo'n label in je oor, dat kan je gewoon met een camera vanaf grote afstand scannen. Wat als je geen handen meer hebt? Ja, dan doe je hem in je balzakken. Ik denk gezicht is beter, op je gezicht doet. Dan, zo op je neus, zo dat iedereen zo'n bolletje erbij heeft. Ik zag zo'n... voorhoofd, denk ik. Ik zag een QR-code voorbij komen. Als je die meeneemt en die laat je inscannen door zo'n restaurant, dan komt er in beeld te staan. Het is niet toegestaan om te discrimineren op medische gesteldheid of zo. Dus dat is wel geinig om een keer te proberen om kijken waar je daarmee naar binnen komt. Dan komt de labtekst chat binnen zeilen. Dat hoeft toch niet? Je ID-pas bevat al geometrische gegevens. Ogen, neus en mondproporties zijn al ingevoerd. De camera is een QR. Die is dadelijk gekoppeld aan je ID. Is makkelijk. Ik vind zo'n geel plastic ding in je oor, dat is vernederender. Dat is gewoon meer in your face. Ja, dat je je echt waardeloos voelt. Dat je denkt van, ik heb de overheid nodig in mijn leven. Ja. Want anders dan gaat het fout. Ja, ik moet gemolken worden. Dat denk je ook, want je ziet eruit als een koe. Je hebt ook gelijk de hele tijd het idee van, ik ben niet genoeg gemolken. Ik zal verder mijn mond houden over melk. Maar we hebben nog een hoop berichten te gaan. We zijn, jezus. Kijk, hier, dit moeten we allemaal nog doen. Ik zal er even vaart in zetten. We komen nou... Ja, want wij doen dit allemaal voor... Voor een ander, hè? Het is allemaal één grote opofferingsfeest. Ik ook, hè? Ik doe dit hele Lieberland verhaal ook niet voor mezelf. Nee. Maar de hele coronabullshit, dat doen we allemaal voor een ander. En dat bewijzen ook deze ambtenaar uit Bergen op Zoom. Die zich verrijken met geld voor corona-steun. Ja, iets harder praten, Peter? Wat? Oh, harder praten? Ik klonk een beetje zacht. Oké, ze verrijken zich met geld voor corona-steun. €500.000 aan coronasteun dat voor de cultuursector bedoeld was, in het eigen cultuurbedrijf gestoken. Ja, je richt natuurlijk gelijk een cultuurbedrijf op. Een dat cultuurholding. Dat zal die ziekte ingegaan, hoor. Ik heb een cultuurwallet geopend. En er zijn een heleboel cultuurcoins en NFT gekocht. Ik heb een CryptoPunk gekocht. Jongens. Via de organisatie ging het geld naar hooggeplaatste ambtenaren. Ja, ze worden ook naarmate dit vordert steeds ongegeneerder, heb ik het idee. De corruptie. Ik denk dat op een gegeven moment dat ze zelfs de hele propaganda eruit gaan gooien of zo. Dat ze gewoon denken van ja, nou is het niet meer nodig. Want waarvoor zou je nog die mensen... Het is toch alles goed wat we doen. Nu komen we toch overal mee weg, inderdaad. Dus... Ja, maar dit is toch gewoon een gang van zaken bij de overheid? Ik bedoel... Ik denk dat ze heel vreemd opkijken dat ze gepakt zijn. Denk je. Wat is dat nou? Iedereen deed dat. En ze zeiden altijd dat het goed werkte. Dat moet je dus nooit zeggen. Als je als ambtenaar opgepakt wordt en je gaat zeggen... Ja, maar iedereen deed dat. Ja, dan word je juist gestraft. Als je gewoon je mond dicht houdt, dan kom je vaak nog af met iets met een hele lichte straf, weet je wel. Maar je wordt meestal gestraft door die rechter, omdat je gaat zeggen... Ja, maar iedereen doet het. Dat is niet de bedoeling dat je dat zegt. Maar even de comments want nog dan lezen. Moet die rechter eigenlijk gaan vragen wie nog meer dan. En dan heeft hij eigenlijk allemaal geen zin in. Komt uiteindelijk bij hem terecht. Nee, want de punt is de rechter die wil gewoon... Want heb ik wel eens vernomen. Ik heb een keer een zaak meegemaakt van iemand die... Dat was een groepsverkrachting waarbij een agent betrokken was. En de rechter heeft toen gezegd van dit mag niet gepubliceerd worden, want dat zou het beeld van de overheid schaden. Dus, en toen zei hij van het persoonlijk leed weegt minder zwaar dan het collectieve belang van dat mensen in de overheid blijven geloven. Dat was letterlijk de uitspraak. Zo raar, mensen moeten dus fake nieuws geloven. Die moeten dus geloven dat de overheid betrouwbaarheid die dat niet is. In totaal was er overigens 1,4 miljoen euro van het Rijk. Dat hebben ze van het Rijk gekregen. Niet van de belastingbetaler, maar van het Rijk. En de culturele verenigingen hebben daarvan 44.000 euro gehad.
Ja, er is nog wel ook een deel niet uitbetaald. Ah, oké. Okay. Maar inderdaad, het was op, ik had ergens gehoord, het was iets van 12 tegen 1 of zoiets. Voor elke euro die ze echt hadden besteed, hadden ze er 12 zelf gehouden. Welkom bij de overheid. Je ziet al zo'n stapeltje maken. Zo, één voor jou, 12 voor mij. Zullen we nog even de comments lezen? Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dit afloopt. Want het is wel naar een cultuurbedrijf gegaan waar ze dan zelf directeur waren. En nu is even een dansje. Hup, cultuur. Ja. Ja, ja, klaar, is Kees. Hetzelfde als wie schreef dat dan laatst weer? Dat was een, heb ik vrij recent gelezen, was een artiest. En die had subsidie gekregen voor een kunstwerk. Nee, een lening voor een kunstwerk. En dat kunstwerk, dat noemde die Take the Money and Run. En toen had hij een leeg, oh, ja. leeg schilderij had hij gekregen. Dat is toch wel weer grappig. Hè? Ja, ik vond het ook heel. Het doet een beetje denken aan dat onzichtbare standbeeld. Ook onzichtbaar standbeeld. Iemand had dat gemaakt. En een banaan tegen de muur met duct tape. Dat was ook een mooie natuurlijk. Ja. Even kijken, wat wordt nog wat in de comments gezegd. Bij nu.nl zijn de comments ja. vaak leuker dan het artikel zelf. Ja, maar ik denk de comments hier zijn ook altijd wel een beetje erop. Dat geloof ik wel. Hè. Je moet eerst al de moeite nemen om je te registreren op nu.nl. Dus dan filter je de meeste er al wel uit. Bij nu.nl ben ik er ooit afgegooid. Maar zonder mijn excuses aan te bieden, hielen te likken en door het slijk te gaan, ben ik opeens weer, kan ik er weer posten. Maar ja, het is er zo. Je opmerking wordt gemodereerd of zo. Er wordt overwogen om dat erop te zetten. Dus je kan er alleen maar hele brave dingen op zetten. Als jij iets schrijft wat tegen de overheid ingaat, ook op het gebied van klimaat en zo, dan komt het er niet op. Dat heb ik ook al wel eens meegemaakt. Iemand die gelooft dat er de komende tijd nog meer van dit soort schandalen naar boven zullen komen. En... Ze zijn toen op een gegeven moment bij nu.nl, want het was tot een jaar of 5, 6 geleden, kon je daar gewoon onder die artikels kon je gewoon beginnen met schrijven en dan kon je het eronder gejast. Maar tegenwoordig moet je inderdaad een account hebben en dan wordt er heel erg scherp gemodereerd. Wat ook een goed teken is, want dat betekent dus dat de comments die daar kwamen, die zeiden allemaal, wat is dit voor bullshit artikel en dit slaat nergens op, dit klopt niet, dit is onjuist. Kosten ze veel te veel tijd, ze waren meer tijd kwijt. Met de modereren dan dat die artikelen op het internet moesten worden geplaatst. Ja, de modereren moeten ze nou nog steeds doen. En dat is natuurlijk ook een hele dure grap inderdaad, dat hele modereren. Dus ik vraag me af hoe dat financieel gaat lopen, want al die media gaan dat doen. Ik geloof nou dat YouTube hebben gezegd dat ze geen enkel negatief filmpje meer over vaccins laten zien. Ze hebben zelfs het kanaal van Ron Paul er even afgegooid. Hè? Cool. Ja. Het is weer terug, maar... Na hevig protest. Maar ik heb ook gehoord van mensen dat als je er een disclaimer voor zet, waarin je zegt in de volgende video worden dingen besproken die mogelijk tegen het overheidsbeleid ingaan, dat het dan weer wel toegestaan wordt. Dus je moet het zelf ook, eigenlijk een keer proberen. YouTube heeft natuurlijk eigenlijk zijn beste tijd gehad. En daar moet gewoon een keer alternatief voor komen. Maar door het netwerkeffect is het gewoon heel lastig om mensen over te krijgen naar iets anders. Ah, dat is een zat alternatief hoor. Wij streamen op dit moment ook op Library, hè? Ik zit ook op Library en ik zit ook veel op Rumble. Oh, daar zit ik ook op. En, maar Rumble moet nog van de grond komen. Maar in ieder geval de grootste concurrent van YouTube was eventjes Twitch. Maar Twitch, daar loopt het ook een beetje af, hè? Dus, Ja, mij tolereren ze elke keer nog. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, die moeten ze wel, want ze hebben een leegloop. Heel veel mensen gaan over naar YouTube. De hoeveelheid mensen inderdaad. Naar YouTube? Ja, veel Twitchers zijn naar YouTube overgegaan. Ja, maar ja heel Waarom? Veel punten. Ja. Twitch heeft wel heel veel extra functies. Dat je interactief kan zijn via de chat. En dat heeft YouTube nog niet. Maar dat zal wel daar wel komen, denk ik hoor. Dus, ja. Maar waarom zijn ze dan naar YouTube overgestapt? Er is heel veel ontevredenheid. Ze hebben het idee dat er niet naar hun... dat is Ron Paul. Ja, hoe dan? Oh ja, daar is hij. Dus heel veel oneenigheid. Heel veel ontevredenheid. Dus ik heb het niet helemaal gevolgd. Ik weet alleen maar dat er... Want veel mensen die ik volg...
Er zijn van die gamers, weet je wel, die streamen op Twitch en die klagen dan ergens over. Dus, ja. Komt hier nog een opmerking? Oh, sorry. Ja, vertel. Een opmerking van Staatsvijand, die zegt, sinds maart 2020 heb ik een ban bij NOS Facebook. Mijn laatste reactie was, blijf zelf thuis. Ik vind dit heel rare opmerking, of tenminste, ik ga nu zelf eventjes denken van, waarom ben ik dan niet geband? Want ik schrijf daar, op elke artikel van de NOS Facebook zit ik mijn geld te spuien daar. En hoe vaak dat ik niet, de enige reacties die ik soms geef is fake news NOS in kapitale letters. En that's it. Maar het verbaast mij op Facebook onder de metronieuwsnu.nl NOS kan je best wel tref je best wel opmerkingen aan die heel erg kritisch zijn erover. Vaak alleen maar. Ja, alleen maar inderdaad. Dus ik vraag me altijd af, hoe lang gaat dit nog duren? Dat kunnen ze volgens mij niet. Ze hebben ook, als je tegenwoordig naar de artikeltjes van NOS en je kijkt op wat de reacties zijn in de duimpjes en zo, gaat het ook tegenwoordig, de meeste reacties zijn dan de lachenbekjes, snap je? Mensen die het gewoon uitlachen, het artikel. Dan schrijven ze, de besmettingen zijn omhoog en dan hebben ze 60 likes en een paar boze gezichten en dan hebben ze 600 lachenbekjes. Ja. Maar laten we nog even verder gaan met de artikelen, want we moeten wel naar een einde toe en we hebben nog een hele hoop te gaan. Even kijken hoor. Kapotte koelingen, Janssen vaccins leiden tot dansen met Janssen. Oh sorry, Janssen vaccins. Ja, dus er was een koel kapot en toen probeerden ze dat extra eruit te pompen. Lucas wilde ook wat zeggen? Ja, ik dacht, ik zeg weer wat. Ja, zeg maar wat. Nee, maar goed, dit is ook weer typisch iets. Als ze niet hadden opgeroepen van, hey, even een spuitje en dan kun je dan dit weekend dansen. Dan was de schaal van de gevolgen van deze fout was niet zo groot geweest. We hadden nooit zoveel mensen de gevolgen hiervan ondervonden. Dus, denk je nou echt dat er heel veel mensen gehoor hebben gegeven aan hieraan? Ja, absoluut. Jongeren. Ik ken ze. Okay. Die zijn dus echt bewust nog gewoon in de dagen voordat er weer gedanst kon worden, zeg maar. Hebben ze zo'n Janssen-spuitje genomen. Want ze anders niet kunnen dansen? Ja, maar als die mogelijkheid er niet zou zijn geweest, zouden er nooit zoveel mensen die spuit hebben genomen en dus ook niet de gevolgen van deze koelfout hebben gevoeld. Oké. Ik weet niet, als ik jong was geweest, had ik er niet ingetrapt, maar ik had zoiets van, ja, dan kan toch gewoon een illegaal schuurfeest organiseren, als je wilt dansen. Ja, maar veel mensen zijn zo naïef. En in de grote stad zijn er geen schuurfeesten, hè? Ja. Dan heb je ook nog volop klikkende mensen die, als je een feestje hebt, ook nog de politie bellen. Hielenklikkers. Dus, ja. Ik zou je vertellen. Hielenklikkers. Ja. Cool. Ik geloof dit dus niet. Ik geloof dat hele dansen met Janssen verhaal geloof ik geen flikker van. Wat geloof je niet van? Dat de overheid door een kapotte koelkast. Nee. Het is eerder gebeurd met de Mexicaanse griepvaccins. Ja, misschien maar die hebben ze in Afrika verkocht toen. Ja, die hebben ze ook wel doorverkocht in Afrika. Dit is geen fout van de overheid. Kennelijk nemen ze daar de moeite niet voor. Die Afrikanen die zeggen, dat trappen we niet meer in. Oh, dan nemen onze eigen jongeren wel. Ja. Bedenken ze een slogan? Ja, dansen met Janssen. Dit is een fout in de distributieketen. Oké. Ja, er werd al gezegd dat die koelkast stuk was gegaan. Ze hadden het al eerder in Utrecht ook een keer gehad. Toen zei ze, je kan je nu gratis in laten enten, want anders dan gaat die badge verloren. Want die was ook uit de koeling geweest of zo. Dus er stond een hele rij mensen die zeiden, oh, is leuk, is net een festival dit. Zo gezellig staan, we stonden met z'n allen in de rij om een gratis vaccin te halen of zo. Ja. Er komt een labtekst binnenzeilen in de chat, zie ik.
Oké, ik heb hier nog een opmerking inderdaad van Razorsharp. Pim, oké, Pim. Ik vier binnenkort mijn verjaardag met DJ en snacks Fuste Bier. Alleen voor genodigde vrienden. Ik heb veel Facebook vrienden, alleen nog geen locatie. 400 man genoeg, je mag me een cadeautje geven. 400 man. Bij jou in Servië, Yoshi. Ja, kom lekker op je, op Lieberland. Lieberland, op het eiland daar. Ben ook in januari jarig, maar een beetje te laat, beetje laat. Geen horeca en geen QR. Hey, we moeten doorgaan, jongens. Want ja, als er mensen zijn, aan, laten we oproep doen. Als er iemand is die nu luistert en die wil Pim een leuke locatie aanbieden, ja, meld je gewoon ergens bij je via. Ik weet dat. Ik heb wel eens verteld over die barman die bij mij in de straat woonde, die tegenwoordig ook tegen dit beleid propageert, Johan de Vos. Mm-hmm. Boerke Verschuren passen 400 man zeker in. Moet je wel naar Breda? Oké, ja. Hij woont in Eindhoven. Dus, Ja, ik zal het even opschrijven. Boerke Verschuren. Neem contact op met Boerke Verschuren. En dan komt ja, als iedereen zijn, zijn telefoon even thuis moet laden. Want als er zoveel telefoons bij elkaar genoteerd worden. Ja, je moet even zilverfolie meenemen. Dan moeten daar alle telefoons in. Of dan, zie je zo al die telefoons naar een locatie toe gaan. En dan allemaal verdwijnen. En in één keer komen dan voor je neemt van tevoren zilverfolie mee. Maar hij zoekt een privé locatie. Goed, ja, Hero. De Pfizer CEO, die, ja, als het hem ligt, dan houdt het niet op, niet vanzelf. Ja. We gaan nog even lekker door met spuiten. Al dus de Pfizer CEO. Wie mee, niet annual COVID shots. Nou, annual valt me nog heel mee. Ik dacht dat het wordt onder 6 maanden of zo. In Nederland zijn ze maar 6 maanden geldig in ieder geval. Ja, dus ik verwacht dat die termijn steeds verder omlaag gaat. En dat was ook uit dierenproeven al gebleken, dat als jij die kippen of zo tegen een coronavirus inging enten, dan was dat net genoeg om voor de slacht of zo. Maar als je kippen wil hebben die eieren legden, die moeten wat langer leven, dan hielp dat niet. En dan had je last van die antibody enhanced AED. De antibody deficiencies. Deficiency enhancement of zoiets. In ieder geval dat de gevoeligheid, dat ze allemaal doodgaan als ze met echte wilde virus in aanraking komen. Dat is het probleem. Dus je hebt wel antibodies, maar je immuunsysteem draait helemaal door bij contact met het echte virus. Dus ik ben al benieuwd wat er deze winter gaat gebeuren. Maar hoe dan ook, als er ook mensen doodgaan, is het natuurlijk altijd de schuld van de unvaxxed. Ja. Onze schuld. Dus, en als OW, als je dan vergelijkt met een Jood in de Tweede Wereldoorlog. Oh ja. Nee, dat moet je niet doen. Nee. Je moet rustig in de boxcar stappen. Ik heb mijn David Stern nu bijna een jaar op Facebook en ik heb er zoveel plezier van. Kan het iedereen aanraden. Zoveel reacties op gekregen. Nou, het scheelt ook een hoop negativiteit, want er zijn er mensen die zeggen, ja, met jou ga ik sowieso niet praten, want jij bent David Stern. Dan denk ik, oké, toedeledokie. Wat zeg je dan, vuile nazi? Denk ik, nou, dat vind ik toch behoorlijk discriminerend. Ja, joh. Ja, we moeten nog wel kijken. Hè. Ik bedoel, ik zeg er niks over. Dan zijn we weer een half uur bezig. Ik hou mijn mond. Maar kijk eens dit gezicht joh, van deze dame. Nieuwe gouverneur van New York. Die heeft al heel wat spuitjes laten zetten. Een botox gezicht, ja. Maar ze predikt het evangelie, hè? Het evangelie van de vaccins. Het vaccin is van God. Ja. Het zendt haar eigen apostel uit om de jab te promoten. En volgens mij deze nieuwe gouverneur, dat was eerst openbare aanklager, die heeft gewipt door hem van seksuele dingen te beschuldigen. Oh, ik dacht dat ze hem echt had gewipt.
Nee. Vast. Gewieperd. Ze heeft hem gepiepeld. En het rare is dat Como zelf, dat is al een keer eerder gebeurd, geloof ik. Dat, ik weet niet of het Como was, maar Spitzer of zo, dat de Attorney General de gouverneur ging vervolgen. Om vervolgens zelf aan de macht te komen. Dus ja, het wordt een beetje traditie. Ik denk dat de volgende Attorney General ook, dat is gewoon een opstapfunctie naar gouverneur. Je gaat gewoon de zittende ga je even aanklagen en dan kan je daarna zelf de rol overnemen. Ik had hem nog even willen downloaden. Ik ben het helemaal vergeten. Ik had hem nog even willen downloaden zodat ik hem hier kon afspelen. Maar dat is helaas niet van gekomen. Ik kan het wel even proberen hoor. Ja, het geeft aan dat het gewoon echt een religie aan het worden. Als je zegt, ja, maar je moet er ook horen lullen joh. Het is echt... Ja, maar eigenlijk is het ook met alles in het leven dat je echt een overtuiging moet hebben om het... Nee, maar die mensen hebben geen principes. Het is gewoon, je schiet er wat propaganda in en ze geloven het. Maar het is niet, ik hoor iets en ik probeer het in te passen in een cause and effect chain. En dan een verklaring met te vinden. Bepaalde principes tot een conclusie te komen of iets juist is of niet. Nee. Ja, oké. Okay. Het heeft allemaal niks meer mee te maken. De meeste democraten worden, ik begreep ook dat die hadden, dat iedereen die de jab niet nam, was selfish, greedy, stupid. Het waren allemaal idioten. Het zijn allemaal mensen die ook die zwakkere paarden ontwormer. En zo. En, ja. Social terrorists. Ja. Nee, het zijn allemaal paarden ontwormer slikkers. Ja. Ik zat van de week dus op nos.nl met iemand te kletsen en die haalde toen een artikel van Joop aan. Ik zeg, nou, het gebeurt niet vaak, maar nou ben ik er klaar mee. Joop? Ik had hem gevraagd wat een euro was en toen reageerde hij met een artikel van Joop. Ik zeg, oh, dan weet ik genoeg. In ieder geval, ik kan mensen nog wel even aanraden. Google maar even naar New York Governor en dan Vaccine is from God. Even tussen aanhalingstekentjes. Je lacht je helemaal rot. Het is gewoon net een tv-dominee die het evangelie aan het prediken is. Volgens mij heeft ze heel veel van die Amerikaanse gospel preachers zitten kijken en dan dat zitten nadoen, weet je wel. Het klinkt net zo. Dus, het hele raar is dat het altijd was de science, de science, de science. En nou gaan ze gewoon moeiteloos over naar van nee, het vaccin religie. Is van God. Door God gezonde vaccin. Maar in ieder geval diezelfde gouverneur, die is sowieso... En dan preekt ze ook zo van... alsof ze overstroomt van liefde voor de medemens, weet je wel. Zo lult ze dan, weet je wel. Echt zo'n EO-slijmerige shit, zeg maar. En dit is dan wat ze doet. Nou, je had het al eerder genoemd van die zorgmedewerkers die ontslagen werden. Mm. Ik weet niet, was dit het artikel? Ik weet niet, in ieder geval... New Yorkse gouverneur wil ontslagen ongevaccineerde zorgmedewerkers vervangen met de Nationale Garde. Nou ja, dat had je al eerder genoemd. Mm. En het volgende artikel is dat ze dan ook nog geen werkloosheidsuitkering krijgen. Ja. Ja. Ja, dat zie je overal gebeuren. In Italië ook. Dan krijg je ze worden dan suspended without pay. Dus dan ben je niet ontslagen, krijg je geen werkloosheidsuitkering, je krijgt alleen je salaris niet meer. Dus die hele werkloosheidsuitkering, dat was natuurlijk ook iets altijd van, nou, daar heb je tenminste een werkloosheidsuitkering. Het is wel verplicht, maar dan ben je wel veilig. Hè. Maar dat is dus ook helemaal niks meer waard. Net als het onderwijs en de gezondheidszorg en de politie allemaal waardeloos worden, is ook de verplichte verzekering van de overheid, daar heb je niks meer aan. Ja, even geduld, ik ga je wel een basisinkomen. Ja, dan ook niet. Hè, dan ook niet. En ook dat is niks meer waard natuurlijk binnen no time. Ja, en die ga je ook niet krijgen, want dan gaat het samen met een sociale creditscore. Dus, ja. Dat wacht ik ook zo. Ik heb jaren belasting betaald zonder aanspraak te maken op kinderbijslag. En nu kan ik kinderbijslag krijgen. Ik durf te wedden dat het binnen een jaar is het alleen nog maar voor
Als je wekelijks een QR-code laat zien of zo. Als je kind helemaal volgespoten is. Ja, dat natuurlijk ook, ja. Je weet gewoon, als jij aan de beurt bent, staat het punt afgeschaft te worden. Ja, en dan volgde nog die lockdowns. Dat was ook allemaal om je levens te redden. En dan blijkt dus in die hele lockdownperiode dat de moorden met 30% omhoog zijn gegaan. En dan moeten we even bijzeggen, om het even een beetje duidelijk te maken om wat voor moorden het gaat. Ja, lees je ook in het artikel, dat het gaat niet om vuurwapenmoorden. Het gaat vooral om zonder een wapen, met de blote handen dus. En blunt objects, dat kan alles zijn van een hamer tot een stoel, stoelpoot. Servies, weet ik veel, voorwerpen. En daarnaast werden ook messen. Het kan alles zijn van een keukenmes tot een echte Rambo knife of zo. En in ieder geval alles behalve vuurwapens. En al dat soort mensen zijn waarschijnlijk gecategoriseerd als COVID-doden ook, denk ik. Ja, dat kan me niet voorstellen. Niet even een anal swap en wat lijkt. En COVID. COVID. Ik sprak gisteren tijdens mijn verjaardagstream met Shama Chancellor, een hele interessante gozer uit Californië, die al langer in de Bitcoin zit dan ik en onder andere code schrijft voor Bitcoin in het verleden, Bitcoin Cash en nu Electron Cash. En die zei, we waren gewoon aan het praten, en die zei, volgens mij komt het dat er zoveel moorden worden gepleegd door het schuldgeld, wat ik wel een hele mooie link vond. En als je dat dan doortrekt naar dit artikel, kijk, waarom gaan al die mensen moorden plegen? Ja, omdat ze geen geld meer kunnen verdienen en dan gaan ze gewoon iemand overvallen. Ik kan ook andere redenen zijn. De mensen die zitten dan de hele dag thuis. En normaal, de meeste mensen hangen niet zo vaak met een vrouw om, weet je wel. Ze zijn de hele dag aan het werk en dan komen ze thuis en dan is het eten en noem maar op, even op de bank zitten en dan slapen. Maar nu zit je 24 uur per dag met je vrouw opgescheept. En dat is een hele andere ervaring, weet je wel. Ja, maar als je dan met een kilo goud onder je matras ligt, dan denk ik dat die agressie veel meer uitblijft dan dat je in geldnood zit. Dus ik denk, wel dat... De meeste mensen hebben geen kilo goud onder hun bed. Nee, en als ze dat wel hebben, dan is je vrouw al langer mee vandoor. Ik bedoel alleen te zeggen, door die corona kunnen mensen geen geld meer verdienen. Want voor heel veel mensen, die hebben gewoon geen inkomen. En dus, daar gaan de meeste ruzies ook wel over, denk ik. 30% omhoog. Nou ja, het is in Amerika, zeggen we dan maar. Waarmee ik wil zeggen, van daar zijn ze altijd een beetje extremer. Het zal in Nederland ook vast omhoog zijn gegaan. Het zou me niks verbazen. Ja, als je zulke terreur de hele dag op je televisie ziet. Ja. AP Nieuws heeft hier een apart kopje voor Britney Spears, jongens. Oh, het is wat. Ze is nou uit haar curatelenstelling gekomen. Oh, eindelijk. Er stond ook weer op Facebook NOS. Is nou eigenlijk libertariër geworden? Of? Ik schreef eronder, de situatie van Britney Spears lijkt wel een beetje op de horeca van nu. Corrupte media, corrupte dokters, corrupte rechters en een fout vadertje staat. Dan gaan we even naar Nieuw-Zeeland. Die hebben een overheid die geeft heel erg om de gezondheid van het volk. En dat blijkt ook weer uit dit artikel. The New Zealand government is talking with KFC, Pizza Hut en Taco Bell about offering people COVID-19 vaccines when they buy meals. Het leuke is wel dat ze dat niet naar binnen mogen zonder QR-code. Hè? Ook nog, misschien in Nieuw-Zeeland dan wel. Sorry, ik wil alleen naar binnen om een vaccin te halen. Ga je naar binnen, koop je alleen even een pizza en dan loop je weer naar buiten toe. Nou ja, kom straks terug. Ik moet toch een paar dingen weer zeggen, want ten eerste is het dus geen vaccin.
En okay. We zijn dus inmiddels in 2021 en we zitten nou met een hoog muterend virus, waarvan inmiddels al 50.000 nieuwe mutaties geschat worden. En we injecteren iedereen met twee jaar oude data. Dus ja, het heeft wat mij betreft... alleen dat al zou toch voldoende moeten zijn om mensen te laten inzien dat het helemaal geen zin heeft. Maar ja, ik had laatst, zag ik nog ergens, dat is misschien ook nog wel leuk. Er staat geen McDonald's bij hier, maar er wilde iemand de McDonald's in en die mocht de McDonald's niet in. Toen zei hij, nee, want jullie hebben geen gezonde burgers in de McDonald's. Nou, dat vond ik wel leuk. Gezonde burgers. Ja, ook een leuke woordspeling. Ja, dit, dit hele artikel is wel heel komisch, want vlak voor hadden we dus, je ziet het achter ons, de politie in Auckland, die had een KFC-smokkelaar opgepakt. Ja. Die maaltijden naar binnen wilde smokkelen en in Auckland waren alle restaurants dus door een overheidsdecreet op slot. Maar wat is daar dan zo? Maar dat is dus ook Nieuw-Zeeland, Auckland. Dus dan bedenk dus als je naar de Pizza Hut in Auckland wil om je vaccin te halen, dan Nee. Nee. Ja, maar misschien zeggen ze dan wel, weet je wat, KFC, als jullie dat dan doen, mag je weer open. Zoiets, ja, dat kan ook nog, ja. Tja. Ja, ik heb beelden uit Australië gezien. Het is echt, in Nederland valt het dan nog reuze mee, hoor. Ja, dan voel je opeens weer heel gelukkig, hè? Dan stonden ze met echt een overmacht aan politie voor zo'n winkelcentrum. Gingen ze alle auto's controleren. Gingen ze tegen zo'n oud bejaard koppel, wat al 60 jaar getrouwd is, zeggen van, ja, je mag niet met z'n tweeën in de auto zitten. En die hebben mensen helemaal shaken. Zo. Rebel News Australia. Op YouTube. Ja, het is wel, het is wel apart. Dat ik had dat ook moeilijk kunnen voorspellen. Dat juist die, dat het daar zo uit de hand zou lopen. En ik hoorde ook bijvoorbeeld, de UK ging helemaal de verkeerde kant op. Zei het parlement opeens van, we gaan toch maar geen coronapas doen. En het raar is dat ik hoor nou dat de regering is bezig om te kijken of ze om het parlement heen kunnen werken. Om toch die coronapas erin te krijgen. Wat voor incentives die lui wel niet hebben. Ja, en volgens mij is dat allemaal gewoon corruptie, hoor. En die mensen die krijgen allemaal beloftes. Als jullie zo'n coronapas erin jassen, dan kun jij over een paar jaar aan de slag als CEO bij een van mijn NGO's. En verdien je 2 ton per jaar. Of 2 miljoen, of whatever dat ze nodig hebben. Als je nou 90 miljard hebt, of hoeveel is het wat Bill Gates inmiddels bij elkaar geschaapt heeft, heb je toch duizenden mensen een miljoentje geven. Nou, je hebt er maar 100 nodig. Ja, ik weet niet wat er achter zit. Ik vind het toch wel... zit nog heel veel druk achter, vind ik, moet ik zeggen. Een andere theorie die ik ook altijd nog op nahoud, is dat de politici volgens mij de meest geïsoleerde personen op deze wereld zijn, die dus echt in hun eigen bubbel leven. En dat ik hou nog steeds voor mogelijk dat die gewoon met zoveel nep data worden gestookt, misleid, dat ze dus inderdaad denken van, oh, hier buiten de Tweede Kamer vallen de mensen dood neer en we moeten er wat aan doen. Ik hou dat ook steeds als mogelijkheid open. Dat is geen... Nee. Want die lobbyisten, die kapselen zo iemand helemaal in, denk ik. Ja, ik heb dat toch een beetje zelf ervaren. En ik zie wel hoe dat je inderdaad iemand helemaal, weet je wel, en je denkt van, oh, ik ben vrij om te gaan staan waar ik wil, maar dat is niet zo, want jouw agenda wordt gewoon gemaakt en alle mensen die daar zijn, weet je wel, er wordt er iemand naar voren geschoven van, oh, praat maar even met hem. Nou, en het is natuurlijk wel zo dat ze het niet geloven, lijken te geloven als ze zelf een bruiloft hebben en geen mondkapjes dragen en niet social distancing en zo. Ja, dat is dan ook wel weer zo, ja. Sowieso de bovenste mensen op de lijst, die weten donders goed wel wat er gaande is. Maar die zijn alleen maar bezig met hun eigen carrière. En dat is voor hen het enige wat telt. Dat is de reden dat ze in de politiek zitten.
Ja, maar je merkt wel dat het idee is bij dat soort lui van de vaccinatiegraad moet omhoog. Dat is gewoon een doel op zich geworden. Of er nou wat ja, maar dat heeft nou ergens goed voor is. Hun carrière hangt er vanaf. En dat hoor je dan ook. Laatst was er een gesprek tussen een aantal doktoren gelekt. En dan gingen ze dus echt, wat moeten we doen om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen? Ja, we moeten er meer angst in gooien. We moeten er banger maken, de mensen. Mm-hmm. Dus het wordt... Dat is net zoals bij die klimaat-e-mails die gelekt zijn. Daar bleek dus ook uit dat die zijn, ja, we moeten van die medieval warm period af, want dat past niet in ons model. Eigenlijk is het model heilig geworden, net zoals bij communisme het systeem heilig is geworden. En dan moeten ze gewoon maar de data erbij verzinnen om dat overeind te houden. Ja, maar er komt ja, een doelstelling andersom. En die moeten ze halen en die doelstelling komt weer van iemand anders. Ik bedoel, dat heeft weer te maken met de belangen, weet je wel. Ze zijn omgekocht. Ja, en toch heb je ook een gedeelte true believers natuurlijk. Die zitten ook wel ergens in. Hè. Ja, maar die zitten bovenaan. Zeker aan de onderkant, daar zitten helemaal geen mensen. Aan de onderkant zitten natuurlijk gewoon de ordervolgers. En aan de bovenkant zitten, ja, of true believers. Ik denk zo'n Bernie Sanders bijvoorbeeld, dat is een true believer. Die zijn de Sovjet-Unie toe geweest met zijn huwelijksreis en die geloofde er toch helemaal in. Ja, maar die heeft wel een paar huizen en miljoenen op zijn rekening. Nou, zie je wel, het werkt. Ja, dat past toch, als je vast voorbereidt. Ja. Ja, maar we moeten verder. Even kijken hoor. Oh ja, de holiday scare, daar gaan we even naartoe. Dat is een nieuw rubriekje bij ons. Categorie holidays care. Ja. Want zelfs als de vakantie voorbij is, kun je ze angst aanjagen. Hotel. Ja, dit is inmiddels wel 2 maanden oud, hoor. Maar oké, metro 6 augustus. Ja. Oh, oké. Okay. Okay. Ja. Ja, zo overleef je de tweede zaterdag. Tip 1, ga niet. Dus dat is de zwarte zaterdag. Dat is een dag dat iedereen naar de schoolvakanties tegelijk op de weg gaat. En heel veel aanrijdingen en ellende en zo. En, dat je ook weet van als ik nu op vakantie ga, dan betaal ik 5 keer zoveel als elk ander moment in het jaar. Ja, maar je kan niet anders. Want als je je kind een dag eerder van school haalt, dan word je gelijk voor de rechter gesleept. Ja. Dus ook ik ga hierbij aan de onderdoor. En, maar ja, de tip is dus, ga niet op vakantie. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ga niet op vakantie. Blijf thuis zitten, blijf op die bank zitten. Ga eens gezellig naar een concert toe of een restaurantje. Wacht. Gewoon kijk alleen maar naar Netflix of naar het NOS Journaal of zo. Dat is gewoon de hele dag naar het NOS Journaal kijken. Dat is gewoon de ideale vakantie. Mm-hmm. Ja, en internetseksen. Ja, lekker veilig. Volgens mij ga gewoon tijdens een lockdown op vakantie in Nederland. Zijn de hotels gewoon lekker goedkoop? Kan je een hele luxe kamer zitten voor 25 euro, weet je wel? Ja, dat heb ik gedaan. Ja. Ja. Zo populair wordt de vakantie in eigen land. De eigenaar gooit dan speciaal voor mij de keuken open, weet je wel? Wauw. Dan ben je de enige in het hotel. Maar ik geloof dat Duitsland ook een beetje bagger is. Hè? Duitsland en Frankrijk zitten toch wel een beetje ingesloten door landen die nog erger zijn. Ik geloof dat Frankrijk bijvoorbeeld de wegrestaurants ook niet toegankelijk zijn. Oké. Okay. In Duitsland heb ik een verhaaltje gehoord van Twan. Twan die ging daar op benzinestation toe. En die deed zijn mondkapje niet om. Die ging daar afrekenen, die zo'n ding binnen om af te rekenen. En die vent zo, hey, je moet een mondkapje dragen zo. En Twan zegt ze, nah, nee, ik verdraag dat niet. In het Duits zei hij dat. en die vent die zei, hey, ik bel de politie. Bel de politie dan maar wil je nou betaald worden of niet? Nou, dus Twan ging er buiten toe, die denk ik zal me niet wegrijden zonder te betalen. Krijg ik er gezeur mee. Ik ga even het oliepeil controleren. En zo. Dus na 5 minuten kwam de politie. Dit is natuurlijk weer niet Dennis' fiets verhaal. Dit is weer, er draagt iemand geen mondkapje. Dus we hebben gelijk een agent beschikbaar. Sociaal terrorist gespot.
Die begon te blaffen tegen Twan. En Twan die dacht, weet je wat, ik doe net of ik geen Duits spraak. Ik begin Engels te praten tegen. Dat geeft me een relatief voordeel. Het komt die vent uit die pom naar buiten. Hij praat gewoon Duits hoor. Is die agent helemaal pissig. En toen uiteindelijk zei hij van, ja, wil je nou dat ik betaal of niet? Nou, oké. Okay. Betalen, maar dan wel gelijk wegwezen. Twan zei, nou, ik was ook niet van plan om hier langer te blijven. Mooi verhaal. Cool. Oh, heerlijk. Ik heb nog een opmerking in de chat. Van Razor Sharp, ofwel Pim. Eigenlijk is het heel simpel in alles. Strengere maatregelen, meer politie in tech gear. Minder voedsel en rijen bij de gaarkeuken. Binnen no time hebben we een leger libertariërs die op een union site de wapens bestellen. Nee, wacht even Pim. Je hoeft geen wapens te bestellen. Je moet gewoon een paar e-guldens kopen. Daar heb je genoeg aan. Er is geen geweld voor nodig. Een waterkanon heb je nodig gewoon, om je restaurant open te houden. Nossi, vertel nog wel even waar ze die e-guldens kunnen kopen. Ja, je kan even met mij contact opnemen. Nee, ik zal even een linkje plaatsen. Maar echt, er is geen geweld voor nodig. Want dan ga je toch nooit winnen. Of laten we zo zeggen, al die slachtoffers die je maakt, daar heb je toch helemaal niks aan. Maar ja, op de achtergrond zie je het al. Het is een artikel over van Yahoo Nieuws. Die doet nou tegenwoordig ook aan journalistiek. En dit gaat dan over Julian Assange. Want onze grote, ja, door vele mensen binnen libertarische kringen, ja, een groepje mensen die zagen. Die zagen Trump als een soort libertariër. Wat ik nooit begrepen heb. Maar. Wat hij onder andere bekokstoofde was Julian Assange kidnappen. Wat hadden ze nog meer? Even kijken hoor. Ja, en assassination, vermoorden gewoon hè. Gewoon. In een London gepleven. Shootout. Ja, ik begreep dat Trump had gezegd van dit gaat wel een beetje ver. Ah, oké. Maar misschien dat daarop de reden is dat Trump hem geen pardon gaf aan het eind. Omdat de CIA met een plan kwam om hem te vermoorden en te ontvoeren. Dat hij dacht van, misschien is het een beetje out of range. Anders was hij wel een libertariër geweest. Nee. Met die muur alleen al, jongen, kom op. Heel veel mensen werden gewoon privébezit onteigend. Nee, natuurlijk, het is geen libertariër, maar je moet bij Trump altijd een beetje op verdacht zijn dat het verhaal wat anders wordt voorgesteld dan het werkelijk was. Dus dat blijf ik dan toch altijd even verrecht zetten. Ja, het is sowieso een plan van de CIA onder Trump bevindt, maar wanneer wordt hij daarvan op de hoogte gesteld? Hè? Ja, hij werd ervan op de hoogte gesteld. Ja, nadat het plan gemaakt was. Ja. Het is wel grappig, voor de verkiezingen was hij heel erg, vond hij Wikileaks, vond hij zo, weet je wel. Hartstikke toppie, Wikileaks, I love Wikileaks. En dan dit, weet je wel. Maar hij is er niet mee akkoord gegaan, dus wat dat betreft. Dus dat de CIA een plan maakt, de Joint Chiefs of Staff, die hadden ook het Operation Northwood als plan gemaakt. En daarvan zei Kennedy ook, en het was, we vliegen met een vliegtuig een hoog gebouw in. En dan geven we Castro de schuld en dan hebben we een excuus om Cuba binnen te vallen. En daarvan zei Kennedy ook van, nou, ik dacht het niet. En dan reken je op zich Kennedy niet aan dan, dat zijn chiefs of staff met dat plan kwamen. Wat je zegt is eigenlijk van, ja, die deep state is out of control, die komen de gekste ideeën. En als de president dat afkeurt, ja, dat is op zich wel... Wel redelijk dan nog. Heeft hij tenminste nog door van ja, dat gaat wel wat ver. Maar als hij echt principieel was geweest, had hij gewoon een stekker uit de CIA getrokken. Ja. Jongens, jullie kunnen met zulke belachelijke ideeën, weet je wat, ik trek de stekker eruit. Ja, maar ik denk niet dat Trump daarvoor de macht had. Ik bedoel, hij kon al niet eens... Hij kan executive orders uitvaren, hè? Ja, natuurlijk.
Maar zijn eigen generaals gaven toe, die Millie, dat ze gewoon tegen hem logen. En dat, dat ze die bellen gewoon met de Chinese generaal tijdens zijn win. Dus ik weet zeker dat Trump, die mag het hoedornement op de auto vervangen. Met een executive order desnoods. Maar voor de rest had hij echt helemaal niks te vertellen. Wat een afgang was dat, zeg, van die General Milley deze week. Ik heb er maar stukjes van gezien, maar het was wel echt... het was zo overduidelijk dat het echt gewoon troep was wat hij verder aan het doen is. De leugens, die waren zo obvious. Ja, je krijgt echt het idee dat het een soort militaire dictatuur al is eigenlijk. Dat de president zit er gewoon als hoedornement op. Maar de militairen bepalen gewoon wat er gebeurt. En je moet ook niet gaan zeuren over dat er een $1 trillion missing is of zo. Of bij het Pentagon. Daar krijg je spijt van. Ik kan nog heel even een kleine update op Assange. Als ik het fout heb of als ik iets vergeet, dan hoor ik het graag. Maar in januari is Assange vrijgesproken van zijn beschuldigingen, waarop de Verenigde Staten in hoger beroep is gegaan. En in afwachting van dat hoger beroep moet Julian Assange in zijn cel blijven zitten in verband met vluchtgevaar. En nu zijn we dus aan het wachten. En Assange mag zijn kinderen niet zien, die mag de cel niet uit. En ja, dat is wat ik er nu van weet. Oh, ik heb er nog een opmerking. Leuk van onze Pim. Leuk die crypto, maar ermee betalen bij de Jumbo of gemak is er nog niet mee meer en raakt telkens mijn wallet kwijt. En nu zegt hij nog Pim. Kan het wel, hè? El Salvador kan je er zo een McDonald's mee binnenlopen en een gezonde burger bestellen. Ja, dat betaal je met Lightning, hè? Je kan ook inderdaad wachten totdat je er overal mee kan betalen, maar dan, heb je wel, dan gebruik je het inderdaad alleen om mee te betalen. Ja, nou ja, oké. Okay. Als je daarop wil wachten, dan maak je niet de winst die je hebt als je erin gelooft dat je er ooit overal mee kan betalen. Je hebt, ik kan, dan moet je naar Bitrefill gaan, dan kan je bijvoorbeeld VVV-bonnen mee kopen of andere shit. Okay. Want ik heb auto's gekocht met i-guldens. Ik heb laatst heb ik weer 2 kilo worst. Nou, auto's is overdreven. Ik heb een auto van. Hoe koop je 2 kilo worst met e-guldens? Ja, 2 kilo worst met e-guldens. Nou, dat is hartstikke lekker worsten. Ja, gewoon dan moet je dus gewoon vertrouwen winnen bij de mensen die worsten verkopen. Ja, en dan geef ik er eerst, ik geef er altijd eerst 1, zodat ze kunnen zien hoe de koers beweegt. En dan na een paar maanden, meestal als die omhoog gaat, dan bellen ze terug en dan zeggen ze, hé, zullen we een keer iets, een dealtje maken? En ook al hou ik helemaal niet van worst, zeg ik, tuurlijk joh, koop ik van jou 2 kilo worst. Ja. Dan geef ik ze vaak ook nog wat extra en dan zijn ze er helemaal blij mee. Didi had toch laatst, die was in contact gekomen met iemand die huizen verkocht, hè, voor bitcoins. Mm-hmm. Ik weet niet of hij uiteindelijk iets gekocht had. Volgens mij heeft hij nou iets gehuurd of zo, maar... Ja, er is ook een website voor huizen verkopen in bitcoins, maar weet nou even niet. Weet niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, hij betaalt al alles met... Hij leeft al, net als jij eigenlijk... Nee, dat is niet waar. Wat? Dat is niet waar. Wat is niet waar? Nee, natuurlijk niet. Hij moet ook gewoon de lokale valuta's dingen doen. Ja, maar dan wisselt hij om. Maar wat ik vernomen uit zijn filmpjes is... Als hij ergens zit, dan maakt hij een deal met een cafébaas van... kan ik jou in bitcoins betalen, weet tuurlijk, je wel? Zo doe ik het ook. En dan betaalt hij daar zijn Bacardi's mee. Ja. En hoe meer filmpjes dat je op het internet zet... en hoe langer je ermee bezig bent... en hoe meer succes dat je ermee hebt... hoe makkelijker het wordt. Ja. Maar toen hij in Mexico was, had hij iemand gesproken die verkocht huizen voor bitcoin. Dat had ik begrepen. Ja, ik volg hem niet iedere dag hoor, maar af en toe kijk ik wel eens een filmpje van hem. Ik weet het niet, ik weet het niet. Flappergast zegt nog, ik geloof naar China niet dat bij de overheid crypto concurrentie toe zal laten. Oh, ik geloof naar China niet dat bij de overheid crypto concurrentie toe zal laten.
Ja, volgens mij is dit de 16e keer of zo dat China crypto bent. Dat is meestal. En zeker als Jamie Dimon ook nog eens gaat Bitcoin bashen, is het meestal het teken dat het over 3 maanden de pan uitvliegt in de prijs. Ja, pas als. September is altijd de maand dat. Peter Schiff een victory rondje loopt. Hè? September is altijd de maand dat China met een crypto ban komt, weet je wel? Ja. Ja, wij kijken er al lang niet meer van op, want we hebben, dit horen we, nou we zijn al zolang we bestaan, volgens mij doen we dit nou al 9 jaar. En we hebben, ja, ik ben nog opgehouden met tellen hoe vaak China crypto geband heeft, weet je wel. Ik hoor er maar het gaat wel steeds verder, je kan wel zeggen, dat betekent elke keer niks. Maar die miners zijn wel echt verdwenen. En nu is het dan echt verboden om onderling te handelen, dat is weer een extra stapje. Ja, maar hebben ze het toch eerder verboden? Nee, dat was niet eerder verboden. Het is wel, volgens mij elk verbod dat ze hebben gedaan is toch wel waargemaakt. Okay. Eerst werden de exchanges verboden, maar je kon er dan nog wel over de counter kon je erin handelen. Je mag het nu nog steeds bezitten. Oké. Dus je mag het nog steeds bezitten, je mag er alleen onderling niet in handelen. Uh-huh. Maar dat betekent dat misschien gaan ze nog verder en zeggen ze, ja, je mag het ook niet meer bezitten. Zo. Maar ja, ik weet het niet. Maar volgens mij is het niet zo dat ze maar wat roepen en dat er nooit wat gebeurt. Dus. Nee, oké. Nou ja, kijk, ik zal nog even een openbaring doen misschien voor sommigen. Maar je hebt de overheid niet nodig om crypto te gebruiken. Dus je kan er gewoon mee aan de slag. Ook als ze het verbieden. Ja, ondertussen wordt nog wat in de chat beweging. Ja, dat is iemand. Eldorado zegt hallo. Hoi, Eldorado. Hey. Komen we bij het laatste bericht trouwens. We hebben het gehaald. Even kijken hoor. Something went sideways when the FBI... dat is die bankoverval van de FBI. Ik heb het niet zo gevolgd, dit. Nee, het is een tijdje geleden al gebeurd. Maar het komt erop neer van... hoe moet ik het even kort door de bocht uitleggen? Geef het eens een ze hebben een bank overvallen, maar ze willen niet dat jullie denken dat ze een bank overvallen. Er waren criminelen die hadden iets in een kluisje. En daar moesten wij toevallig in kijken. En hebben we alle kluisjes maar gelijk leeggehaald. Ja, er ligt wel een stevige blok goud daar. Ja, dit is gewoon een stokfoto natuurlijk. Of mensen daar allemaal een goud in gooien, dat denk ik niet. Sorry. Wat, wie, waar, wat? The government is trying to confiscate 86 million in cash and stockpile jewelry, rare coins and precious metals taken from about half of the boxes. But 6 months after the raid, the FBI and US Attorney's Office in Los Angeles have produced no evidence of criminal wrongdoing by the vast majority of box holders whose belongings the government is trying to keep. About 300 of the box holders were contesting the attempt confiscation. Ruiz and the 65 others have filed court claims saying the Dragnet forfeiture operation is unconstitutional. Je denkt... ik denk dat weer een hoop libertariërs geboren zijn als er een hoop kluizen leeg lopen. Maar heel veel mensen, het is echt hopeloos hoor. Ik heb het serieus meegemaakt dat mensen. Dat je denkt van ja, zoveel leed dat je aangedaan is door de overheid. Nou moet je libertariër worden. Nee hoor, blijven ze nog steeds in die rechtsstaat geloven? Gaan ze nog steeds procederen en dit en dat? Mm-hmm. Kom op, joh. Ja, en wat helemaal frustrerend is, ik kijk wel eens naar die Caitlyn Johnston. En die zit al te fulmineren tegen de staat als het gaat om oorlogs en buitenlands beleid. Dat vindt ze vreselijk. Maar ja, moet wel natuurlijk de staat hebben die gezondheidszorg runt. Want daar werkt het allemaal geweldig. Jimmy Dore, zelfde verhaal, weet je wel. Oh man. Jimmy Dore, af en toe als je er gewoon invalt en je weet niet dat het een hele linkse gast is. Dan denk je, oh, hij is ook een libertariër. En dan in één keer begint hij over de gezondheidszorg. Oh, god. Ja. Dan hoor je weer dat ze dan gewoon van diezelfde organisatie op het ene gebied vreselijke dingen. En dan verwachten ze op het andere gebied allemaal, daar gaat het helemaal geweldig gaan. Ja.
Dus gaat het een keer in de chat? Oh jongens, wat gebeurt er allemaal? Ja, ik had net iemand in mijn Telegram groepje, die had ik even verteld dat ik... Ja, ik zei, kom even gezellig langs. Maar ik denk dat ze Engels praten, dus... We don't talk English. No, English tomorrow on the Honkler Hangout. Oké, morgen weer een Honkler Hangout. Ik heb jongens, ik ga daar mee ophouden, denk ik. Ja, we zijn ook... even kijken, we moeten even naar mijn andere dingetje. Cryptocurrency is zilver. Maar ik tegenwoordig wat minder slaap, dus nachts. We zijn er doorheen, dus ik ga afscheid nemen. Oh. We zien, even kijken, daar zien we nog steeds de QR-codes van Yoshi. Na de eindtune zien jullie mijn QR-codes, kunnen jullie mij ook nog even doneren. Maar goed, ik ga iedereen een vrolijke en vrije en vooral heel erg vrolijke week toewensen. Ik wil ook de deelnemers danken dat jullie erbij waren. En, uiteraard zijn we er volgende week weer. En ik zou zeggen toedeledokie en hatsiki. Ja. Ja, dat was het. Hoppakee, F12.